109 van Theme Talk van dinsdag 11 februari 2020. Hartelijk welkom. Hartelijk welkom bij de Nederlandse podcast over pretparken en themaparken. Ik ben Thomas van Groningen. Ik ben Maurice de Zeeuw. Ik sta hier terug. We gaan weer lekker een uurtje praten over pretparken. Ja, ja of, of, of minder, of langer. of langer. Ja, we zien het eigenlijk wel. Ja, uh... Maurice, ik ga er gelijk vol in. Zo. Een gestrekt been. Wat is jou deze week opgevallen in pretparkland? Wow, de niet dus... niet. Oh, de Tuners-tournee is afgelopen. Maakt niet Beginnen. Hup. Oh. Nou, ja, we hebben veel te bespreken eigenlijk. Het is natuurlijk een drukke week, hè? Het is een drukke. Er is veel week. gebeurd in, het, in, de, in de wereld, in het land. De storm is geweest, coronavirus uh, waard nog steeds rond. Uh, Valentinsdag komt eraan. Uh, in de pretparken uh, is het ja, rustig. Normaal gesproken dan hebben we nu een heel een rijtje met wat er allemaal te vertellen valt. Maar dat uh, uh, komt in, wel in de Adelico. is het een en ander wel gebeurd. En met die van Parijs ook wel. Ik vind het ja. rondom wat Disney World een beetje stil. Mag het ook eens een weekje daar stil zijn? Of, uh, ja, oké. Okay. Nou, ja. Maar ja. ik wil gewoon even van je weten. Ja. Wat is jou deze week opgevallen? In pretparkland? Nou, nou net erbuiten. Uh, ik werk in de buurt van de Efteling. En wat mij is opgevallen is dat er. Zo rond sluitingstijd van de Efteling. Mm -hmm. er loesje, grijze, zwarte busjes opduiken. <laughs> langs de weg, die, uh, die voert vanaf de Efteling naar Tilburg en naar Waalwijk. De N261 gaat ja, De hoofd. N261 en daar staan in één keer flitsbusjes op het moment dat de Efteling gaat sluiten. Mm. En dat is natuurlijk begrijpelijk, want dat is natuurlijk het enige moment dat ze in het weekend nog een beetje geld kunnen ophalen bij uh, het Centraal Justitieel Incasso bureau. <laughs> dus ze zetten die busjes uh, zo, zo twee neer per kant dat je wegrijdt vanaf de Efteling. Ja. Dan dus denk je van nou, ik heb heel de dag moeten wachten in de wachtrij. Nu kan ik eigenlijk lekker doorknallen. En dan rij je zo met 110 of 120 over die 100 weg en dan flitsen ze hier zomaar. En dan ja. heb je gewoon na je mooie dagje Efteling nog even een uh, dikke boete te pakken. Ja, het is een beruchte weg geworden, hè, die, ja. die weg. Dat komt ook omdat... Uh, die weg is een paar jaar geleden helemaal geupgrade. Ja. En het is een N-weg. Het is een ja. autoweg officieel. Dus geen snelweg, maar een autoweg. Ja, de, de N staat dus voor niet-snelweg. <laughs> Dat is echt waar, hè? Echt waar, ja. ja, ja. 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 Uh, maar het, 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 die, die weg, ik rijd er iedere dag, heeft de look en feel... Zeker sinds, sinds al die uh, ongelijke kruisingen. van een snelweg. En uh, daardoor, ja, ik, ik moet zeggen dat ik s'nachts. als die weg leeg is, het ook heel moeilijk vind om daar honden te rijden. als ik heel eerlijk ja, ben. Ja, ja, want het zou dus ook een trajectcontroleweg gaan worden. Dat zou dat klopt, ja. Ja, eind vorig jaar al ingaan. Maar God, dat is nog steeds niet gebeurd. Dat, ja. <laughs> dat heeft mij heel wat uh, DislamPrius-abonnementen geschild. <laughs> ja, jij rijdt daar ook vaak, ja. Ja ik, ja? ja, ik moet dat niet hard zeggen, maar ik knal daar regelmatig met. Uh, snelweg-snelheden overheen. Maar ik begrijp, we beginnen deze, deze aflevering met een tip. Ja, let op je snelheid. Zet je flitsmuister aan. Als je ja, daar waar rijd. staan ze dan? Ze, ze staan uh, als je richting Waalwijk rijdt bij dat tankstation. Ja. En als je richting Tilburg rijdt, staan ze uh, net na. Uh, ja, dat is lastig uitleggen, maar net na. Op een gegeven moment heb je zo'n loon op zand aan de linkerkant en dan staan ze aan de rechterkant. Ja. Ja. Okay. En dan heb je dus zo'n zo weggetje. Waar je vroeger lag, daar geloof ik, het Kraanven, oude Efteling uh, verblijfsrekening. Uh, ja. Volgens mij heet die weg uh, Horst. Is dat nog steeds Horst? Ja, Volgens dat mij zou is kunnen. dat nog steeds dat Horst, kunnen, ja. Ja, ja. Ja. En daar hebben ze dan, ja, dan pakken ze dan het busje en dan gaan ze daar uh, ja, verwachten. En dan is het uh, flits, flits, flits. En uh, ja. Ja, 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 lekker ja, ja. die staatskast spekken het is een beruchte weg hè de, regelmatig duiken er wel weer van die 1 1 2 ja, van klopt. de politie ja, als dat iemand met 190 km per uur aangehouden is of zo ja dat vind ik dan ook wel wat overdreven maar als je inderdaad midden in de nacht daar rijdt dan is er zijn er 10, ook wel eens mensen 20 die 20. daar in de file de busbaan pakken ik krijg ook een print voor ja maar dat vind ik ook wel meer dan terecht <laughs> Ja. Dat, is, ja, dat is ook wel... Uh... Weet je, de, de gouden tip is daar, is, uh, let op de grijze busjes. Maar let ook op de... Uh, er zit halverwege die weg, als je naar Tilburg komt, vlak voor de Efteling. Ja. Dan zit er zo'n voetgangersbrug, of dat is voor mij een viaduct fietspad, is, geloof ik. Ja. Met die enorme hekken eromheen. En daarnaast staan ze dan ook vaak? Nee, er staat vaak een agent op dat ding te laseren. Oh, ja? En dan zat er een motoragent of meerdere die staan dan uh, bij, bij, bij de op- of afrit van de Efteling. Ja. En dan, dan heb ik al best wel zo vaak gezien dat ze zo daar staan. Wat op oh, zich zo... wel even geleden is dat ze dat dat, ze ja, zo ik kan, zeggen, dat, dat kan ik me zo niet herinneren. Dus als je een agent ziet staan op dat viaduct, ja. even afremmen. Ja. Ja. Of gewoon honderd rijden. Ja, kom maar, op Maurice. Ja. Ja, uh, wat, wat ook kan trouwens, dat, ja. dat deden ze in het verleden nog wel eens. Als er uh, buiten de hekken van de Efteling werd geparkeerd op openbaar terrein. Ja. Toen ze nog bijvoorbeeld uh, bij de straat achter de Efteling parkeerden als, uh, als het veel te druk was. Dan reden ze wel eens met een autootje van de Belastingdienst daar rond om te kijken welke kentekens in het systeem stonden als zijnde... Uh, ja, dat kun je misschien beter uitleggen, maar dat heeft te maken met een bepaalde belastingregeling... dat je auto's alleen mag gebruiken voor werk. Ja, nee, als je een auto van de zaak krijgt... auto van de zaak, dan mag je alleen maar gebruiken in, in werktijd. Ja, je mag en als je dan... op zaterdagavond geparkeerd staat bij de Efteling... dan moet je toch wel een heel raar excuus hebben om daar te mogen staan voor je werk. Dus als je wel of geen bijtelling betaalt voor een zakelijke auto... Als je geen bijtelling betaalt, dan mag je hem alleen zakelijk rijden. Ja. Bij de kilometerregistratie, hele mikmak. Precies, maar hoe kun jij ooit verklaren <laughs> dat jij zakelijk hebt gereden op zaterdagavond, uh, 4 augustus. in het lekkere zomerse zonnetje. Met moest je, al, ik moest daarvoor het Talk ik moest daarvoor ja. naartoe. En dat is echt. Uh, ja, dat is gewoon uh, ja, ik, iets wat ik doe om. Uh, sorry, meneer de president. Uh, of wat is dat? <laughs> ja. Nee. Ja. 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 Um, dat dan uh, de Razor op het parkeerterrein op zondagmiddag bij de Ikea ja. was het, uh, Waarom uh, was u zakelijk daar aan het parkeren? Dat is, uh, ja, ja. <laughs> yeah. En nog een flitsverhaal. In de buurt van Disneyland Parijs. Als je daar van die <laughs> ja. uh, brokkelende snelweg afkomt gereden. en richting de parkeerplaats rijdt. die ook afbrokkelt, maar dat terzijde. dan heb je zo'n bocht. en daar heb je zo'n heel mooie aanloop-aanrijroute. dat je, als je rechtdoor kijkt. zie je zeg maar de ingang van Disney Village. en die straat. en dan loopt dat rechtdoor. Naar in het zichtveld het Disneyland Hotel. En daar dan weer recht achter ligt het Disneyland Kasteel. Ja, prachtig. Dat is een prachtige ara En daardoor zie je dat het park op de tekentafel is ontstaan. Dus als je rechtdoor blijft kijken. En je kijkt onder de verkeersborden door. Zie je daar dus het kasteel. Met, nou goed, prachtig in het verlengde. Schitterende kijkhoek. Maar daar staan ook. Tenminste, daar staat een flitsapparaat. Ja, helemaal aan het begin. Helemaal aan het begin. Net als je die bocht uitkomt. Als je net die bocht uitkomt gereest, je mag daar volgens mij maar, maar, maar 10 km per uur of zo. 70 geloof ik dat je er mag. Ja, oké, okay, maar het voelt als 10. Nee. En ook daar staan ze dan nou ja, jouw snelheid uh, te controleren. En dat ja. is toch een leuk begin van een heerlijk weekendje Dislandrijs. Ja, het begint gelijk met een boete. Ja. ja. Nou ja, nee. <laughs> Het begint gelijk met een klap geld uitgeven. Nee. En dan ben je parkeertrein nog niet eens op. Nee. Ja. Want ja. daarna ja. begint het nog maar pas. Ja. Ja. Maar goed, disclaimer, veiligheid. Op de weg is belangrijk. Flitsapparaten helpen daar wellicht bij. Ik ben wel eens benieuwd hoe het eruit zou zien als we à la The Purge... een soort land zouden hebben waar gewoon een week lang niet wordt geflitst. Ik ben wel benieuwd hoe dat er dan uit zou zien. Ja, dat ik ja. niet. Ja. Ja, ja. Maar goed, af en toe het ontwijken van een flitser kan wel eens gunstig zijn voor je pretparkbudget. <laughs> Zeker, ja. Thomas, ja? wat is jou opgevallen in nou, het pretparkland? Ik ga ook een beetje van de pretpark... Uh, een beetje van de weg af. Ja, een beetje van de weg af inderdaad. Um, ik was namelijk net dan, voordat ik naar hier naartoe reed, we zitten nu bij jou thuis op te nemen, um, ben ik even gestopt bij de afrit Best West. Mm. ik ben niet naar Aqua Best geweest, nee, niet naar Dipido, Dipido, nee, Achban. Maar ik ben wel even naar McDonald's Best West geweest. Mm -hmm. Dat is de jaren 50 McDonald's ja. die daar. Uh, dat is een, ik weet het eigenlijk niet het verhaal daarachter. Er zit overal heen het uh, het beeld van Michael Jackson. Daar stond inderdaad eerst een uh, ja. enorm standbeeld van Michael Jackson, maar dat, dat restaurant is dus een uh, hij heeft het ontwerp van een jaren 50 McDonald's in de Verenigde Staten. Ja. Zoals de oude McDonald's eruit zijn met echte twee golden arches. Ja. En dan zo'n zo schuin dak. De echte oude drive-thru-guy. Uh, Ik weet niet hoe dat poppetje precies heet. Ja, dat, de oude, oude mascotte. Hamburger ja. met zijn hoofd uh, erop getekend. En het en, en, en oude logo met die, met die hele ronde ja. letters. Ja. Het personeel heeft ook, uh, de meiden hebben een, een roze polo aan en de jongens hebben een lichtblauwe polo aan. Ja. Daarin de McDonald's zie je ook zo'n Marilyn Monroe-pop ronddraaien met een ventilator eronder. Ja, wat heel geestelijk De grote limousine hangt ondersteboven aan het plafond. Ja. ja. En, en het is de enige McDonald's in Nederland die nog niet is aangepast aan die nieuwe stijl van een paar jaar terug. Nee, deze is niet helemaal groen van binnen. Het is de enige met ons die dat die die ontheffing, heeft, ja, die die ontheffing heeft gekregen, eigenlijk. Ja, maar omdat het een themawinkel is, eigenlijk. Ja, het is, ja. Uh, ja, zo zie je. Maar het thema, dat, uh, dat ja. blijft altijd. Hè? En toen dacht ik, ah, eigenlijk best wel leuk. Thema, jaren 50. Ja. En ik heb ooit in Walt Disney World ge gegeten. Bij de uh, Disney Hollywood Studios, denk ik, of niet? In Hollywood Studios, bij ja. het 50s Time Café. Ja. 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 Uh, in mijn eentje het was een beetje gek, maar ik was in mijn eentje in dat park op dat moment. En toen okay. dacht ik, ja, ik moet toch eten. Ja, die en moet je je had, ik op had zondag. even geen zin in de Chicken Breast Nuggets. En iets had je er geen zin in? Ik had er even geen zin in. Is het fantastisch. Ik dacht, ik wil zo'n chicken pot pie. Weet je, een homemade, mm -hmm. lekker Amerikaanse maaltijd. Dus toen heb ik daar gegeten. Was prima, aan de bar gewoon gezeten. Ja. Maar dat is heel leuk. Uh, ook zo'n jaren '50 thema. Ja. En daar hebben ze echt in jaren '50 een woonkamer nagemaakt. Waar ja. je dan zit te eten. En waar ze ook uh, uh, dat als je je bord niet leeg eet, dan maken ze een opmerking over het is echt in de huiselijke setting. Ja. Dat was toch een beetje een, een, een beladen onderwerp. Want daar mocht het personeel jou eigenlijk ja, figuurlijk om de oren geven. Als jij gewoon je niet netjes gedroeg. Is dat zo? Nou ja, dan maak je wel inderdaad opmerking van: oh goh, zo heb je je bord niet gegeten en zo. En, uh. Ja, maar ik vond het wel grappig. Het ging wel ja. op een grappige manier. Ik zit even te kijken hoor. Uh, wat wat de officiële omschrijving is van Disney van het restaurant. Dus ja, wat was... ik denk, oh, dit is echt wel leuk een jaren 50 thema. Ja, een beetje aan het Diner hè in uh, Disney Village in ja. Parijs. Maar dat is heel erg het, het Amerikaanse jaren 50. Ja. Ik uh. vind dat een heerlijk tijdperk. Ik vind dat ook te weinig terugkomen. Ja toch? Ik, ik heb wel een beetje het idee dat het in uh, Movie Park Germany ook wel een beetje wordt uh, gehanteerd hier en daar. Zo was daar pas geleden was ik daar. En toen liep dat ook zo'n Marilyn Monroe rond. Oh, ja. uh, Charlie Chaplin zie je ook wel eens regelmatig terugkomen in pretparken. Waaronder in Europa Park. Ook een beetje, dat, dat zit daar weer dan net voor, maar dat is ook een beetje dat, 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 dat steltje. Ja, ik hou er wel van. Moet ja. wel zeggen dat de, de thematisering van deze McDonald's in best is. Uh, is uh, ik noem dat instapthematisering. Ja. Dus het is oké, okay, uh, wat is het thema? Het ja. thema is jaren 50. Wat verwachten mensen daarbij. Toen heeft de, 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 de decorateur bedacht. Wat we dan gewoon doen, is we hangen gewoon spullen. Uit de jaren 50 aan de muur. Of dat ja. logisch maakt niet uit. Want dat had, dat, niet. in de jaren 50 hadden mensen geen... Zeg maar, uit de jaren 50. Nee, maar hadden ze geen uh, de voorkant van een auto of nee. kentekenplaat aan de muur gehangen. Ja, Snap nou je wat ik bedoel? Het is een beetje de Karel Willem manier. Dus ja, uh, ja. Bij de Efteling hebben ze dus inderdaad de boegen van schepen gedaan als, als huisschevels. Maar dat, dat deden ze niet in die tijd. Nee, dat slaat ergens op. Maar het... het, 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 het roep toch wel een bepaald beeld op van daar zitten van oh wat leuk een auto aan het plafond ondersteboven ja ja. ja ja en dan, oh nou dan dan, dan, dan is het jaren 50. Jaren 50. ja <laughs> ja, ja. ja. Uh, ik noem dat uh, bowlingbaan thematisering oh, ja, bowlingbaan dat baan, hebben we het ook altijd ja. als je gaat bij De Voltage in Tilburg bijvoorbeeld ja ja uh, jungle, Ku uh, cubaans bolen. Ja, en dan allemaal. sigaren heb... sigaren aan de muur geplakt. En ja, allemaal cubaans. Ja. Ik heb daar jungle uh, gebold. Ja, dan liep je ook in zo'n, uh, zo, <laughs> ja, van die van die van die, ja, een beetje Bobby Holland Revolution, ja. lege netten aan de muur en dan, ja, uh, bol je in de jungle. Ja, maar toen ging ik dus kijken, want ik zat dus inderdaad te vervelen. Dan dacht ik, de jaren 50. Hoe waren, want, want dit gaat heel goed. Over de Amerikaanse jaren 50. Ja. Dus uh, de de classic diner, uh, de opkomst van de eerste fastfoodketens. Opening van Disneyland Anaheim. Maar ook in de jaren 50, uh, de, 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 de vroege jaren 50, muziek, hè, de opkomst van... Elvis. Ja, de rock'n'roll-achtige ja. geluid ontstond ja. een beetje die periode. Die artiesten, nou vet, Marilyn Monroe, ja. de, de film, het begin van Hollywood. Nou, de hele mikmak. Alleen, hoe was dat in Nederland? Mm -hmm. Hoe was Nederland in de jaren 50? Weet niet. Zijn er luisteraars die uh, toen leefden? Nou, ik heb dus een beetje te googlen. Stuur even een briefkaart naar teamtalk Oh nee, dat, wachten, dat hebben we niet. Doe even teamtalk.nl slash reageren als je daar nog... Uh, levendige herinneringen aan hebt. Maar toen ging ik dus googelen en toen kwam ik erachter. Ik had hier zelf nog nooit van gehoord, misschien jij wel. Maar Nederland had een kinderprogramma in de jaren 50 op de televisie door de KRO. En het ziet er heel grappig uit. En ik denk, als iemand dit nou een revival wil geven, uh -huh. denk dat dat kan. Heb je ooit gehoord van Dappere Dodo? Uh, nee. Dappere Dodo was de titel van de eerste kinderserie op de Nederlandse televisie. Begon op 3 februari 1955. Oké. Okay. Dat is deze week dus precies 65 jaar geleden. Oh, nou, dus de dappere Dodo mag met pensioen. Is het dan misschien al publiek domein? Dat weet ik eigenlijk niet. Um, oh, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien wel. Ja, dat zou mooi zijn. Maar ja. wie kent dat nog? Ja, dat weet ik niet. Maar uh, ik dacht, dat is toch grappig dat is als je. Uit dat... een tijd dat de dodo's nog leefden. Ik dacht, zeg maar. Dat is toch geestig als je dat. Dus het programma draaide rond een jongetje genaamd dappere Dodo. Mm -hmm. Die met zijn vrienden Kees, oma Harekie, de kapitein, opa Buiswater en juffrouw Vilpen avonturen beleefde. Ah. Dat is een geestig dat iemand die nou een revival geeft? Dat vind ik grappig. Nou, dat bestond ja. dus in de jaren 50 in ik Nederland. Dat zag er zo uit. Nou, een soort handpop. Ja. Ik weet niet of het zin heeft om zo'n doodmerk op te graven. Ik denk dat je dan beter kan het Waarom niet? Disney in... doet niet anders. Ja, dat is wel waar. Ja. Nou. Disney doet niet anders. Ik ga de ook bellen. Ik zeg, jullie moeten dit gewoon even revivelen. Dat is toch lachen? Ja, op zich. Er ja. dus was, was ook muziek bij. Want ik heb dus bij Beeld en Geluid, het, het centrum van Beeld en Geluid, die hebben er ook wat beelden van online gezet. Mm -hmm. Moet je even een klein stukje horen Thank you. Dus ja, het is eigenlijk heel slecht. Maar ik dacht, het is wel <laughs> grappig. Ja, ik weet niet. De Efteling was toen al drie jaar open. Hè? Dus ik was dan waarschijnlijk als kind eerder naar de Efteling gegaan. Dan, uh, het liedje deed me wel een beetje denken aan het liedje van, uh, van de Efteling. Uh, van, um, ken je het oude liedje van de Efteling met het kinderkoor? Nee. Ik had het even laten horen. net zoiets eigenlijk. misschien is het wel hetzelfde koor. Uit welke tijd komt dit? ja, dat, dat zal denk ik. ja, ook ergens van toen, 50s, denk ik. ja. nou, ik vind het leuk de 50s. ik wil iets met de 50s. Gewoon ja. de 50s. misschien ja. moet de Efteling iets doen met de 50s. het is toch ze komen idee. uit die ze komen uit die periode. Ja, dat dat is een... wel, het, is, het is het is gek hè, want uh, dat is, ben ik dan weer. want ik ga dan zitten lezen en dan in de jaren uh -huh. 50 is Nederland uh, hebben we allerlei dingen gedaan dat, waardoor Nederland economisch Welvarend werd naar de duistere Tweede Wereldoorlog. Yeah. Maar het gek is, wij leerden, dat is de conclusie die ik nu trek hoor, misschien klopt het helemaal niet, maar wij leerden op school en zo. altijd heel veel dingen over de Nederlandse geschiedenis in de Tweede Wereldoorlog. Iedereen kent de Verzetstrijders, Anne Frank. Ja. Uh, dat hebben we allemaal gehad. Maar eigenlijk die periode die daarna kwam, dus die jaren vijf, is eigenlijk veel interessanter. Ja. Want, want en, en, en volgens mij is dat het verschil tussen Nederland en Amerika: dat Amerikanen die, die zijn ook heel trots op hun geschiedenis Good als heritage. in. Ja, maar ook als in hè, de hun, hè, hoe, hoe hun groei en hun... Uh, en, en, en dat zie je in... Uh, America, <laughs> spread your golden wings. Ja, mooi hè? En, en ik denk dat dat een verschil is tussen Nederland en Amerika. Nou, de Efteling heeft wel ooit het jaarthema gehad van de 50s. Dat oh, was in 1991. Ja? ja, want het restaurant dat je nu kent als Welkom, Panorama, ja. dat was toen helemaal, helemaal in dat thema van de 50s. Dus er stond zo'n oude Cadillac stond bij de ingang. Uh, jukeboxen met die muziek erbij. Uh, Amerikaanse vlaggen. Uh, ja, maar kijk, daar ga je weer. Amerikaanse vlaggen. Ja, dus we ja, gaan, ja, ja. ja, ja, ja. Dat zijn dan we weer de Amerikaanse jaren ja. 50. Ja, ja, ja. Dat is nee. wel gek eigenlijk. Nee, dat uh, heb je een punt. En, ja, dan, dan zouden zou ik... ze overal uh, dappere dodo's moeten ophangen eigenlijk. Dat weet ik veel. Uh, ja, oké. Het gaat natuurlijk allemaal om herkenning. Ja. Nou ja, goed. Dat was mijn hersenspinsel van deze dag. Leuke McDonald's trouwens, als je ooit bij A2 rijdt. Ja. Zeker. Ik heb hier een foto van Eftopedia. Waar dus gewoon op Jolina's Diner staat. gewoon zo'n roze Cadillac in de Efteling. Gewoon op een gebouw. Die uh, bijzonder. Ja, ik zou toch wel eens een keer proberen om zo'n thema te doen. zonder een auto uit die tijd. Is dat heel makkelijk? Ja. Auto's er erboven ophangen. hangen. <laughs> Amerikaanse vlaggen. Ik het ja. later Dat vind ik dan weer niet in de Efteling passen, dit. Als ja, ik meer Wali van. Die vlaggen. Ja, ja, inderdaad. <laughs> ja, ja. Ja, 1991, hè? Sowieso, de Pegasus. Ja. Is ook toen geopend. Ja, dat is natuurlijk ook een en al. Als je kijkt naar de, de muziek die toen werd gedraaid. Daar in het station werd ook niet anders gedraaid dan van die, van die 50s muziek. Dat klopt, ja. Daar stond helemaal geen. Thema muziek op verder. Dat nee, dat ons... was gewoon van die... Uh, pick up the pieces en zo. Weet je wel? Die, die muziek. Wel ja. lekkere muziek hoor, maar... Ja, apart. Waarom deden ze dat? Waar sloeg dat op? Ja, weet je niet. Toen had je nog niet allemaal... van die kritische fans met podcasts... die allemaal over thema gingen zeuren. <laughs> ja. Het is niet coherent. Ja, precies. Dat is toen ja. niet. Nee. Ja, 1991... Mooie tijd, toen was ik één jaar. Nog even één ding, even één ding terug uh, naar de jaren 50. Mm. Je hebt in Nederland een serie die heet uh, Moeder, ik wil bij de revue. Dat gaat over een, iemand die in de jaren 50. Bij de revue wil. Bij de revue wil. Ja, dat is een heel dat slechte is, titel. Ja, is dat maar echt. dat zeg maar, de revue keer met Van die veren en hart en van die ja, beetje. Van de Veren Joling Showtrap. Nee, ja, nee, ja een, een beetje zoals de. de hoe heet die, die vrouw in, in, in New York met die benen die of omhoog gaan? Ja, nou, dat is ook die tijd. Ja. Ik denk dat dat een, een soort van sfeer en vibe is, die mm -hmm. jaren 50-big band feeling. Ja. Daar zit iets in. Daar kan, ja. je, daar, kan je, daar, daar kan je mensen mee verwonderen, denk ik. Maar zoals wij nu helemaal in prepparken gek zijn van middeleeuwse architectuur en oude Romeinse huizen en stijlen en zo. Kijk naar Park Asterix, kijk naar Disneyland Prijs, kijk naar ja. Frontierland en ook naar Sprookjestel, hè, middeleeuwse gebouwen, kastelen. Ja. Misschien dat er over 300 jaar wel prepparken worden gebouwd. Die het thema van Justin Bieber hebben, want ja, dat was toen in 2010-2020 helemaal ja. hip. Ja, Katy perry achtbaan. De Venex-experience. Nou, bijvoorbeeld. Ja, <laughs> zo zag kanalen eiland er in 2010 ja, uit. Ja, precies. Ja, ja, ja. En dan de opening <laughs> van, uh, van de Delta-werken en zo. En van de. Uh, dat zijn allemaal interessante dingen die ze dan gaan vieren. Ja, en weet dan je wat, wat? Het personeel de... krijgt dan onze kleding aan. Ja, ja, zo'n zo grijze hoodie. Ja, met, met Mickey Mouse oren is dit, dit is ja, een is weer. Dit is van de Team Talk uh, 100-aflevering. Hongkong, toch? Uh, deze komt uit Japan. Ja. ja. Ja, Hongkong is nog steeds dicht, hè? Ja. Shanghai, Shanghai ook. Shanghai nog steeds. Ja. Weet je wat ze in de jaren 50 ook niet hadden? Twitter. Ja. 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 Facebook ook niet. Nee, Facebook ook niet. Nee. Instagram ook niet. Nee. nee. nee nee Maar dat hebben we tegenwoordig wel. Dus hebben jij... wij wel, hè? Ja. <laughs> ja. <laughs> Vertel even. Als je, je twitter.com slash teamtalknl intikt, dan krijg je onze prachtige Twitterpagina. Ik wil eigenlijk een keertje kijken of wij... Slash Theme Talk kunnen overnemen. Er ja, is een vent die dat dit is heeft. is Een he? van de venten in, weet ik veel, Zuid-Georgië of zo. Met 300 volgers. Waarom heeft iemand ons. dat? Geef die terug. Als je luistert, even Nou, even geven. nou In ieder geval, je kunt ons volgen via ThemeTalk.nl. Kan ook via Facebook. We zitten ook op Instagram. Daar heb je pas nog een leuke foto geplaatst van het uh, Drinking Around the World en Epcot. Nou, leuk. En er zijn ook allerlei podcast-apps waarin je ons kunt beluisteren. Heel makkelijk. Dat kan via Stitcher, via Spotify, via Overcast, via iTunes, via weet ik het wat. En mocht je daarop kunnen abonneren, dan is dat hartstikke makkelijk. Dan komt er elke week een nieuwe aflevering van Theme Talk binnen. Ja. ThemeTalk.nl is onze algemene website, waarop we ook een pagina hebben, ThemeTalk.nl reageren, waarvan wij in de zoveel tijd uh, reacties behandelen. En dan hebben we ook nog Petje.af slash Theme Talk, waarop je onze financiële ondersteuning kunt geven, ja. en waarin je ook een berichtje kunt achterlaten. Of, uh, en dan krijg je het weer terug. terug, want er staat bonus content online, en als je uh, ja. uh, een petje afneemt, Kom je in onze WhatsApp groep als je dat wil. Uh, er zijn verschillende pakketjes waar je uit kunt kiezen. Petje.af ja. slash theme talk. Zeer veel dank. Zeer erkentelijk weer aan de mensen die uh, ons weer gesteund hebben deze week. Ja. Rick Spitters. Ramon Zwiggelaar. Kim Royakkers. Erik van Roekel. Stijn. Stef van Rossum. Nico Prevo. Mark van Rooij. Jos Schouma. Bjorn de Wit. Tom. Christopher Mertens. Michael Gubbels. Naomi Overdam. Dolf Huibers... Monique van Ede, Barry Frieling, Davy Odekerke, Wouter, Martijn Straathof, Jelle en Thomas Otte. Yay! Dank u, dank u, dank u allemaal voor deze prachtige bijdrage. Wil je bij die club horen, ga je naar petje.af/slash theme talk, bonuscontent, WhatsApp-groepen, gezelligheid, sfeer, events, je de vindt het Allemaal. Mag. En er zijn natuurlijk ook nog een hoop mensen die een bericht hebben achtergelaten, een vraag hebben gesteld, die behandelen we deze keer voor het gemak aan het einde. Ja. Van deze aflevering. We gooien het concept eens een keertje helemaal om. de nieuws The nieuws Vertel. Nou, wat, wat natuurlijk vooral het nieuws beheerst deze week in Nederland, was de storm. En Kira. 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 En, en, en alles, alles wat daarmee gepaard ging. Alle, alle heftige gevolgen in, sowieso Schiphol en alle andere belangrijke en, zaken. Heb je dat filmpje gezien van het vliegtuig uit Madrid? Met die vrouw erin? Jeetje mina. Ja. Ah! Met... Ah! Dat is echt een soort achtbaangevoel. Ja, kijk, natuurlijk, iemand is echt in paniek en is bang. En dat, 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 dat moeten we misschien niet uitlachen. Maar dat, dat was, dat was toch wel leuk. <laughs> yes. Oh, nou, ik, zat, ik weet niet waar ik toen vandaan kwam. Maar er zat er een keer voor mij zat er een man. Nou, die, 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 die kromp helemaal in elkaar. Die begon ook te schreeuwen. Ik, had toen meteen, ik dacht, ik ga geen filmpje maken. Maar hmm. die zat te schreeuwen en tegen de stoel aan te slaan. En de hoofd die die dachten we een noodplating maakten. Ik heb geen idee. Terwijl iedereen echt zo van... Gast, doe normaal. is niks aan de hand. is niks aan de hand. ja. Niks in, niks in hand. ja. Nou, wat me opvalt als je in, in Nederland landt, dan voel ik altijd meer pijn bij mijn oren dan wanneer ik in een ander land land. Echt? Ja, ik weet niet wat het mee te maken heeft. Misschien ja, met, met de, de drukgebieden. <laughs> ja, nee, maar ik denk dat. Het, oh ja, ik heb altijd het idee dat het te maken heeft met. Misschien met, het, met de vochtigheid in Nederland. Of met lage of hoge drukgebieden. Of weet ik veel wat. Ja, dat zou kunnen, ik weet niet. Ja. Heb ik nooit als ik in. Nou ja, niet dat ik nou 60 uh, landingen per jaar maak. Maar ik. Ja, ik, heb, ik wel, dus. Ja, precies. Ja, wel Altijd <laughs> We dezelfde airports. Dus dat <laughs> ja, is, ja. <laughs> <laughs> dat is wel waar. Maar ik heb daar in Nederland heb ik daar altijd last van bij dalen. Ja, okay. In andere landen niet zo. Maar hmm. geen idee. Uh, de storm. Ja, nou even, nog even tussendoor over dit vliegtuig. Ja, sorry, we het wel toch af. Ja. weer ik zo gek vind. Dat ding heeft dus een paar keer geprobeerd te landen op Schiphol. Ja. Dat lukte niet. Maar is toen helemaal teruggevlogen naar Madrid. In plaats van je zegt, nou, dan gaan we het om Eindhoven proberen. Het is wel gaaf op zich dat hij dan zoveel kerosine aan boord heeft, dat hij qua veiligheid altijd nog weer terug kan naar Madrid. Ja, ik wist niet dat het kon. Ja. Maar goed, ja. veiligheid van alles natuurlijk. Misschien dat er een soort lijnvlucht is die drie keer per dag op een neervliegt. Maar hoe statistisch is dat voor iemand die echt naar huis wil, ja. die dus uit het raampje Amsterdam al gezien heeft, ja, precies. En toen. <laughs> ja, maar. En dan toch s'avonds naar bed gaat in een hotel in Madrid. Ja. Nou ja. Vond ik erg grappig. Een extra dagje naar Porta Aventura dan. Of naar Park Warner Madrid. We zeggen, Porta dat is een beetje ver vanaf Madrid. Ja, oké. Okay. Je hebt in Madrid twee parken. Park de Attracciones. Ja. ja. En ja. Park Warner. Ja. Park de Attracciones is van uh, Parkes Reunidos. Park de Attracciones. En dan mag je naartoe met je ja kaart Als je een goldkaart hebt van Slagaren, die jij ook hebt, ja. Mag je naar Parik de Parkdijk uiteraard, in Madrid? Wij gaan naar Madrid. Eh, naar ja, Madrid. ja, ja, ja. Gaan we? Ik wilde wel naar Madrid. Of dan landen we daar bijna en dan is daar ook een storm. Dan gaan we weer terug naar Amsterdam. <laughs> maar dan gaan we naar Düsseldorf-Holland. Oké, okay, maar uh, even serieus. De storm, storm uh, had effecten op, uh, op, op het pretparkleven ook in Nederland. Ja. De pagode is altijd het eerste slachtoffer bij harde wind. Ja. Die kan niet naar boven. Maar ook heel wat achtbanen. Bijvoorbeeld de boosterbike in Toverland. Ja. Uh, doet ook niet mee als het hard waait. Ja. Baron bleef ook uh, dicht. Ja, dat is gewoon natuurlijk voor de veiligheid. Ja. Het, het, ja, het, het mooie is, het heeft niet zozeer te maken met de achtbaan zelf, want die kan prima draaien. Maar het heeft te maken met een eventuele ontruiming. Dat stel, er moet ontruimd worden, de mensen moeten worden geëvacueerd vanuit het treintje dat dan misschien op 37,5 meter hoogte daar hangt. Ja. Dan zouden ze niet veilig naar beneden kunnen wandelen. Ah. Dus daar heeft het mee te maken. Dus het is niet per se dat het treintje terugwaait omhoog of zo. Maar het is echt puur, het, het, al die variabelen moet je in overweging nemen. Dus ja. moet je ook altijd uitgaan. Kijk, een attractie als droomvlucht, zou je prima kunnen draaien met één medewerker. Nou ja, twee medewerkers. Nou, drie. Ja. Eentje bij de instap, eentje bij de uitstap en eentje bij de knoppen. Ja. Toch staan er altijd minimaal geloof ik vijf. Omdat bij een eventuele ontruiming moet je gelijk genoeg mensen klaar hebben staan om de heleboel te ontruimen. Ja, het makes sense. Ja. Even, ik zit daar helemaal hard, even te denken hoor. Maar bij de baron, als je zeg maar, bij een dijfcoaster klaar hangt voor de drop. Ja. Kan je daar in theorie nog uit ontruimd worden? Ja, ik weet dat niet precies. Um, ik weet wel dat er als je in de trein zit en ja? je kijkt links en rechts van je, dan is er een bepaald punt op de lift dat als het treintje daar voorbij is, dan moeten er bepaalde uh, maatregelen worden genomen qua ontruimen. Maar ik weet niet precies hoe dat zit. Ja, precies. Oké. Okay. Ja. Ik kan me voorstellen, want je bent dan echt, als je echt over die rand heen kukkelt... Ik, ik vermoed dat ze dan nou gewoon met een soort van tik van een hamer of zo je uh, die, 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 die los kunnen... Weet ik niet hoor. Ja. Kan iemand met verstand hiervan ons <laughs> dit uitleggen? Maar je kunt toch... Ja, ik, ik zou zeggen, als je daar dan toch hangt... Laat ja, dan maar... die trein ook even gaan. Ja, nee, precies. Maar wat het zou je gebeuren dat je uitbidt stappen dan. Ja. die gaat. Ja. Ja, maar, ja. Die angst heb ik ooit gehad bij, bij, um, bij Tower of Terror in Orlando. Ja. Dit was vorig jaar, in januari... Toen reden wij, uh, dus dan ga je, Tower of Terror Land, dan heb je eerst maar een, een rustige liftschacht. Dan kom je op een gegeven moment kom je ja. in een soort van scène en dan gaat je karretje vooruit, jouw lift. Dan rij je vooruit, spoiler alert trouwens. Uh, op een gegeven moment dan is het helemaal donker dan gaat die deur open. Ja. Die woed, en toen uh, reden wij half die lift in en toen doedonk. Toen stopten we. Dus wij stonden met één, de voorkant van ons lift stond met al één in, been in het graf eigenlijk. En toen dacht ik, als wat ik nou aanschiet, dan, dan trekt die heel die kar verrot. Dat, dat dacht ja. ik. En ik, ik was echt bang. <laughs> Terwijl hij vrij snel wat omgeroepen. Please, please, remain see ja, uh, it. Please, remain see it. En toen was het weer van. Dat uh, 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 ja, immediately de uh, yeah, uh, ride weer in beweging zou gaan uh, yeah, na een ja. minuut of twee. Ja. Maar ik schrok me helemaal kapot. Ik dacht, eh, als, 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 je zal hier vast komen te staan. Ja, 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 ja. Nou goed. Is dat ja. eng? Ja, ja, is wel eng. Oké, okay, we hadden het over wind. Ja, <laughs> ja. Daar kan een parkje niks aan doen, hè? is overmacht. Nee. Ja. Ik ben ik heel... Bijvoorbeeld Madurodam is ook eerder dicht gegaan die dag. Ik ben ik heel benieuwd hoe dat dan zit qua verzekeringen en zo. En hebben die mensen dan tickets teruggekregen? Of kunnen ze dan zeggen van... Ja, goh, wij waren daar toen en toen. Hoe zit dat? Ik denk niet dat je daar dat van overmacht mag. Jammer. Het waaide. Volgens mij is er geen enkel park wat zegt op zo'n dag... Als je bij de uitgang zegt... hey joh, alles is dicht. Mogen we een andere keer terugkomen? Nee. Dus ja, je bent wel een heel slecht park. als je dan zegt... Nee! Maar... Uh, ik kan me nog herinneren, een paar jaar geleden uh, hebben we echt gezien dat het Sprookjesbos in Efteling eventjes, ja. uh, dicht was. Ja. Omdat er wel eens wat takken naar beneden konden komen. Dat was nu niet, geloof ik. We hebben in hey, want, uh, Toverland... Alles, uh, omgesnoeid in het Sprookjesbos. We hebben in Toverland ooit die boom gehad die op de trek van de Dwervelwind terecht kwam. Ja, dat klopt, ja. Er was gewoon een noodstop ingedrukt, weet in die ik, richting. Ik denk, ja. ja, er hangen overal camera's. Ja. Dat, dat zal wel een zijn Het was zijn op uh, 30 juli 2018, twee jaar geleden inmiddels. Ja. Uh, op zondagmiddag... Uh, en er is daarna een bomen-expert ingeschakeld door Toverland om de gezondheid van andere bomen rond de achtbaan te onderzoeken. Ja. Uit het onderzoek is gebleken dat de boom is omgeknakt door de droogte. Oh, dat was toen, inderdaad toen was het zo'n... Uh... Hete het zomer. Zijn zomer. Ja, ja, klopt zomer. Ja. De andere bomen hebben daar geen last van. Maar ja. uit voorzorg worden enkele bomen toch weggehaald. Ja. Ja, dit is, het, het weer is gewoon een, 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 een factor van belang als je een ik... pretpark hebt en runt. En volgens mij moet je als bezoeker dat gewoon accepteren. Doen we dat ook ja. allemaal wel? Over omvallende bomen gesproken. Ik weet nog een paar jaar terug. Of was er een paar jaar terug? Misschien nog niet eens. Bij de gondoletta in de Efteling was er een boom omgevallen. Gewoon midden in de gracht waar de gondoletta in vaart. En toen, want die boom die stond langs de kant en die was blijkbaar zo. Zwaar of weet ik veel dat die was omgevallen. Was ook echt een gelijk inderdaad weer zo'n bomen-expert ben gekomen. En daarna werd inderdaad ook weer net als bij het Overland. Alle bomen in de omgeving werden gelijk gecontroleerd. En ook wel deels uit voorzorg uh, gesnoeid. Je hebt het uh, bericht voor je. Ja, Google is je vriend. Brabants dagblad op 26 augustus 2015. Dus 15, kijk. De boom die dinsdag bovenop een bootje viel in de Efteling... Op een bootje zelfs. Waardoor drie mensen gewond raakten. Oh, was gezond. Waarschijnlijk viel die om doordat de bodem verzakte, constateren onderzoekers nu van een gespecialiseerd bedrijf. Het attractiepark in Kaatsheuvel laat alle bomen die bij de attractie Gondoletta aan het water staan grondig controleren. Zodat dezelfde boom zijn die dan ook in Toverland is dus opgeroepen? De, dat is de pretpark-boom-expert. Ja, <laughs> Uit een eerste onderzoek zijn geen verdere problemen naar voren gekomen. Maar we doen nog extra proeven. Veiligheid voor alles. Al dus een woordvoerder van het park. Ja. De bootjes liggen in de tussentijd stil. Oh. Twee van de in bezoek... augustus ook echt. Ja. Super lekker weer. Dan wil je lekker rondvaren. In de handeletten. Dit vind ik wat mooi. Dus in de eerste, in, in de lead van dit artikel. Ja. De intro. Waarbij drie mensen gewond raakten. Dan denk je, nou nee, is dat. Hè? Mm. Dus dan komen we verder in het artikel. Je ligt echt met diepe vleeswonden in het ziekenhuis. Twee van de bezoekers in het bootje moesten voor controle naar het ziekenhuis. Hun verwondingen bleken mee te vallen. <laughs> Elke boom in de Efteling is gecertificeerd, zegt de woordvoerder. Wist je dat? Wij zijn hier in de Efteling meestal gecertificeerd. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Dat houdt in dat een extern houdt bedrijf in. de bomen controleert. Dat houdt in, ja. Op zaken als gezondheid en veiligheid. Hoe de bodem kon verzakken is nog niet duidelijk. Ja mensen, de Efteling voelt letterlijk de bodem onder zich vandaan zakken. <hums> nou, bomen en wind in pretparken. Ik vond het weer een leuk onderwerp. Ja, ik vond het weer schitterend. Ik vind het toch mooi dat we zelfs over zoiets doms als een storm... toch een kwartier kunnen volkletsen hier bij Team Talk. het is geen volkletsen. Nee, dat is waar. Het is geen volkletsen. Het nee. is gewoon uh, interessante content. Heb je ooit gehoord van de attractie Storm Rider in uh, Tokyo Disney Sea? Nee. Nee, dat was een ontzettend gave attractie... die nu is omgebouwd tot een Finding Nemo attractie. Het zijn twee enorme simulatoren. En dat ja. waren dan twee uit capaciteit oogpunt. En daarin uh, ging je eigenlijk met een mega zaal ging je in een soort onderzoekstuig, ging je op zoek naar een, een storm, mm -hmm. uh, geweldige attractie met ook uh, effecten links en rechts en boven je, uh, dus niet alleen puur een scherm voor je, maar ook echt om, om je heen. Dus je keek zeg maar door de deuren, door patrijspoorten, keek je naar buiten en um, dat was een fantastische attractie. Zoek maar eens op op Tokyo Disney Storm Rider. Ik heb die destijds nog kunnen doen ja. en een paar jaar daarna heb ik hem gedaan als uh, Finding Nemo attractie. Ja. Ook Leuk, maar jammer dat het niet een, een ja, storm, Riders het is wel wat was er wel iets gaver en volwassener concept. Het doet mij denken aan de, uh, nou, niet helemaal hoor, maar aan de Twister-attractie die uh, Universal, oh, Universal, had, Universal met die vliegende koe. <laughs> maar dat was een show, hè? Ja, daar stond je. Nou, dat weet ik helemaal niks van. Dus ik stond daar, dat is nu volgens mij Jimmy. Ben ik erin geweest? geweest? Ben ik in geweest? Oh, echt vertel. Ja, dat is leuk. Ja, nou, Twister is een film uit. Ja. Ongeveer tappere dodo-tijd. Ja, dat is the finger of God. Ik het, een enorme... okay. Oh, ik, en de film kende ik niet. De film niet? Want... Oh, daar komt er ook een koe voorbij. En dat is met uh, Helen... Helen, 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 Helen... Ze heet Helen, die vrouw. Bonham Carter? Nee, ik het weten. Oh. Twister Helen. Kom op. Helen Hunt! Ja. Helen Hunt. Helen Hunt. Kijk. En Bill Paxton, die ken ik dan wel niet. Maar het gaat over tornado's. 1996. Ja. Ah, nou, die attractie was in Universal Studios in Orlando. Uh, ja, daar ben ik in geweest in 2013. En wat was dat dan? Uh, het was een soort, nou, à la Spookslot. Dus je stond te kijken naar een show. Okay. Er waren eerst wat voorshows, dus je begon... Uh, en ik weet niet of het in het verhaal was dat je in een filmset stond van de film Twister. Maar zo zag het er wel uit. Of dat je letterlijk in een stad stond waar het echt zo stormde. Okay. Maar goed, uh, rampenscenario. Dus jij, jij, kwam, jij was dus de gast in... Uh, een plek waar het ging stormen of waar dan de storm ja, gestimuleerd werd, veel USA of zo. Zoiets, precies, ja. letterlijk ja, ja, je stond dus te kijken naar een straatje na wat voor shows en daar ging het een keer mis. En ik heb hem maar één keer gezien, dus ik weet niet meer hoe dat precies ging. Dat is ook wel zeven jaar geleden en ik word oud, maar daar heb je dus bijvoorbeeld een telefoonpaal die omvalt, eh, borden die eh, kapot waaien, eh, hele gebouwen die instorten en inderdaad, op een gegeven moment vloog er ook een koel langs heel cheesy aan touwtjes, mm. ja echt, <laughs> ja, echt dan een hele harde windmachine is om je heen de hele tijd. Ja, ja, ja en dat wa en <laughs> jij was dus onder Wat de, de, je stond cheesy. midden in het spektakel, ja. maar uh, ja, wel geinig om te zien. En dat is nu dus uh, of Jimmy Fallon of dat is nu uh, Fast and Furious aan die hoek, ja, die hoek, ja. Leuk, leuk ding. Nee, wacht, Fast and Furious was weer een andere. Die heb ik dan ook gedaan. Dat was met een tram. En dan ging je een stukje naar voren en dan kwam je in zo'n metrostation. waar dan uh, de hele boel ook. Uh, dat was dan weer een andere rampscenario-film. Dat er dus dat hele metro. onder one. water liep. Ja, dat is in, uh, in Universal Studios de, de, de Tram Tour. de Studio ja. Tour in Hollywood nog steeds te zien. Ja, okay. Ik vind dat altijd wel leuke dingen. Dus ja. dat je. Simuleren van natuurgeweld. Ja, vind dat wel vet. Ik, ik vind bijvoorbeeld ook uh, Catastrophe Canyon. Ja, nu gesloten in de Walde Studios. Maar binnenkort weer open als ja. Cars Route 66. Uh, ja. weet ik veel wat. Ik hou er wel van. Ik vind het wel vet. En The big ja. one, zo heet volgens mij die um, de, de Earthquake scène. Mm -hmm. In de Studio Tour uh, in Universal Studios Hollywood. Yeah. Dus dan ga je rijden naar de metrohalte binnen. Ja. Alles lijkt oké. Okay. Dan komt er een trein binnen. Uh, uh, ja, alles gaat trillen, alles gaat slagen. bewegen. Ja. Dan komt in één keer komt die, 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 die metro op je af. Mm -hmm. Die breekt dan in tweede. En het ene, op een gegeven moment komt het dak naar beneden. Ja. En dat is een zogenaamd straatniveau. En dan schuift er zo een enorme olietanker er zo, ja. zo woerp, op jouw op jou karretje af. Met water erbij en ja. vuur en ellende. Dat soort dingen wordt eigenlijk niet meer gemaakt. Maar vind ik wel tof. Ze hebben toch ook in Hollywood dat er een vliegtuig neergestort is? Ja, dat is een scène uit War of the Worlds. Ja, maar dat is ook best wel realistisch. Dat mensen die een daadwerkelijke vliegtuigcrash hebben overleefd... dat die daar echt gewoon helemaal van in een soort post-traumatic stress syndrome schoten. Ik werd daar ook een beetje unheimisch van, moet ik je eerlijk zeggen. jij? Nou, omdat het is echt een. een, een... Ja, met, 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 met van die bordjes van uh, hier worden echt lijken gevonden en ja. zo. Die... Misschien omdat. Uh, uh, ik bedoel, ik helemaal niet gek, maar ik, ik, ik ken mensen die uh, een vliegtuigcrash hebben meegemaakt en niet hebben overleefd. Ja. Dat is gek om te zeggen, ik, maar goed, je begrijpt wat ik bedoel. Ja. En misschien dat dat meespeelde, maar ik vond het wel gek. Ja. Ik vond het wel mooi om te zien, het was een heel indrukwekkende filmset, heel ja. groots. Ja. En um, ja, maar het is wel apart. Ja, dat, oh. ik werd er ook unheimisch van. Ja. Overigens be betekent dat niet dat ik vind dat je dat niet moet doen. Bedoel, nee, het, is een, het is een studio tour. Ja. En uh, ja, in films hebben ze dit soort scènes. Ja. Dus laat maar zien. Nee, het hoeft niet alleen maar Yellow Brick Road naar de bloemetjes te zijn, natuurlijk. Maar het is zo'n realistische scène in die zin dat je rijdt langs dat vliegtuig. En dat vliegtuig ligt helemaal in aan barrels. Op een gegeven moment zie je dan het passagiersdek. Het ligt helemaal zo. En het is, een echt, het is een echt vliegtuig wat ze daarvoor gebruikt hebben. Okay. Maar wat daar ook. En dat dat. We hebben ze daar echt laten neerstorten? Dat was een heel moeilijke operatie. <laughs> wat... Zes keer misgegaan. <laughs> maar wat, wat het voor mij heel onheimisch maakte, was dat er echt uh, persoonlijke spullen overal lagen. Oh, ja. En die beelden hebben we natuurlijk ook gezien van na echte vliegrampen: dat ja. journalisten dan naar zo'n plek gingen en dat er dan, weet ik veel, kinderknuffels ja, MH17, en kleding... MH17 uh, nou, bijvoorbeeld, ja. 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 En dat hadden ze daar nagemaakt. Dat maakte het voor mij heel onheim. Dat ik dacht, oeh, dit is wel heel realistisch. Ja, ja, ja. Maar goed. Ja, je laat nu foto's zien ondertussen. Ook echt hele huizen die zijn afgebrokkeld, uh, waar het vliegtuig op is neergestort. Ja, het is echt een, echt een, een, een rampenset. Ja. Wel, wel echt indrukwekkend. Uh, sowieso ja. die studio tour is, is, uh, is een topattractie. overigens was onlangs de... ging er geruchten over dat hij mogelijk uh, betaald up, up, wordt charge yeah. ja, zou worden. Ja. Ja, ik, dat is, zou voor mij de reden zijn om als ik ooit weer een keer in Hollywood ben, om naar die, dat park te gaan. Ik vind de rest van het park, ja, weet je, dat Harry Potter gedeelte. Vind ik tof voor. Maar dat heb ik al een keer gezien bij Universal ik in, in Orlando. En daar is het groter. En... De mummy vind ik daar beter dan in Orlando. De mummy achtbaan. Oh, ja? Die is toch veel korter. Ik vond die leuker. Ik weet ook niet waarom. Oh. Uh, die is wel korter, volgens mij. ja. ja. En, uh, en ze hebben naar de waterworld World Show. Vond ik ook vet. Mm -hmm. Maar ik, die, die studio tour. Met een geweldige narration Jimmy van JB Fallon, waar ja. ik fan van ben. Uh, ja, vond ik leuk. Ja. Ja. Maar goed, we hadden het dus over de storm. <laughs> oh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Uh, ja, nou ja, dat kunnen we afsluiten. Ja, dat gaat nog wel vaker gebeuren. En zeker ook met de klimaatverandering. Ja, het, is een, het is een naar woord ja. om te gebruiken in een pretbaar podcast. dat komt door jou. Door mijn gevlieg. Door Jou, Thomas. Ja, misschien wel. Ja. Maar uh, ja, dan gaan we ook. Ja, extreme weer wordt normaler. Ja, nou, we toekomst. zitten nu. Ik, ik weet niet of het inderdaad te maken heeft met, uh, met ons vlieggedrag. Of überhaupt de mens in het algemeen. Maar we zitten nu in een periode. Dat we, hè, we zag dat, je ziet dat elke zoveel honderd jaar. Dat het klimaat eventjes wat geks doet. Nou, daar zitten we nu weer in. Dus ja, we gaan het vaker meemaken. Stormen en hete zomers en hoe het maar op. Ja, 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 nou, ja, ja. het is allemaal wel. Hé, hey, um, ik wil even met je naar Orlando. Maar we hebben net besloten dat we dat niet gingen doen, want dat is slecht voor het klimaat. Ja, maar ik wil toch even met je naar Orlando. Oké, okay, yeah. Want je weet, ik zit daar of tegenwoordig op de Amerikaanse Walt Disney World fora. Mm -hmm. Als ik gewoon een uurtje We dag niks te doen heb, ga ik die berichten lezen. Ja. Dat, dat is net als de Nederlandse Efteling-volgers en fora van het nieuwe toiletblokje hier tot het nieuwe uh, <laughs> tegeltje daar. Ja. Dat wordt allemaal besproken. Nou, er zitten een aantal insiders op die fora, waarvan je echt weet, die hebben inside info. Die weten dingen... Die praten over de juiste dingen. En een van die insiders. Die tweette een link naar een blog. Die zei: Dit is wat ik ook voel bij. Walt Disney World. En dit is iemand die. er werkt. Die hoog in de organisatie zit. Ja. Dat weten we omdat hij echt altijd Inside Dingen post. Die echt kloppen. Uh -huh. um, en die zei: Dit moet je even lezen. Dit is geschreven. Uh, Passport to Dreams. Uh, zo heet, uh, heet het blog. Dus als je Passport to Dreams googelt, is een blogspot. En ja. uh, dan kom je het artikel tegen. Is van een vrouw. Die. Uh, fan is van wat Disney World, een wat oudere mevrouw, Aren't We All die er, al Fandal, niet, niet ja, ja. die er al heel lang komt, Ja, die al heel lang komt, en die heeft een, een blog geschreven. Het heet Disney World's Universal Decade. En dat, ik vond dit. Dan een... mag jij dat gaan gaan vertellen. Dan ja? pak ik een paaseitje. Doe jij een paaseitje? Want die liggen ja. weer in de winkel. Jeetje, mina. dat is. Het moet nog Carnaval zijn, hè? Ja. Dan heb je nog 40 dagen tot mm. paas. Wow. Dat is de kalender. Wow. Um, maar Betraal. Welke doe een paar uit? Nou, het verhaal begint. Het is een heel lang stuk hoor, maar ik vond het wel echt interessant. Ik denk niet dat ze overal gelijk in heeft hoor. Maar ik ga het samenvatten in. Zij begint met juni 2010. En in juni 2010 opent The Wizarding World of Harry Potter. Dat is tien jaar geleden, ja. Dat is tien jaar geleden, ja. Dat gaat snel hè? In Islands of Adventure bij Universal. Nou, dan ontschrijft zij hoe dat heel Universal eigenlijk veranderde. Universal had niet enorme bezoekersaantallen. Uh, was het kleine broertje van Disney. Of ja, broertje. Ja, was altijd echt number two. <coughs> number two. Ja. En doen bam, paf. Iedereen had het hierover. En zij zegt ook: van het lukt, het universe wordt eerst om eigenlijk iets te doen. wat Disney altijd deed. Mensen op, op een bepaalde manier betoveren en mensen iets bieden. wat mensen wilden hebben. Ook gedeeltelijk omdat veel Imagineers, de mensen die voor Disney alles uitdenken. Mm -hmm. op freelance basis werken. Dus die kun je gewoon inhuren. En als jij die genoeg geld geeft, dan kun jij ook ook als een jumbo in Amsterdam... dan kun jij die ook gewoon... een themabeleving laten neerzetten. Ja. Dus Universal heeft gewoon gezegd... wij kopen gewoon een hoop Disney Imagineers op. Kijk naar Jason Sorrell... die voor Disney heel veel heeft gedaan. Die heeft nu ook voor Universal heel veel projecten... mee verzorgd. Ja. En zij zegt... het was ontzettend druk met dat Harry Potter gedeelte. En, en jong, oud, iedereen kwam daarop af. En zij, zij betoog dan dat dat... Dit was voor het eerst weer... dat een groot pretpark iets bouwde... Wat mensen wilden beleven wereldwijde headlines. Mensen, mensen willen het Harry Potter kasteel zien. Mensen willen ja. uh, zo'n zo 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 gek gewaad aantrekken. En mensen willen een toverstokje pakken. En zij zegt dat dat iets is wat Disney vergeten was in de jaren 90. Disney bouwde dingen omdat zij dachten: dit willen mensen, maar niet omdat dat mensen daadwerkelijk wilden. Ja. En dan noemt als voorbeeld Animal Kingdom. De begindagen. Een prachtig parkje, maar veel te educatief en veel te. Eigenlijk een beetje met het opgeven vingertje. Een park was Epcot, waar heel veel populaire dingen waren verdwenen in de jaren negentig. Ja. En dat noemen ze de Epcotterlips. Waarbij er heel veel <laughs> grote dingen in Epcot, paviljoen, zijn gesloten in die ja. tijd. Nou, daar schrijft ze allemaal over. En ze vertelt dan dat eh, er een reactie moest komen van Disney. Want in 2010 had Walt Disney World eigenlijk helemaal niet zoveel in de planning. Uh, Nieuw Fantasyland kwam eraan. Ja. Uh, het zou nog twee jaar duren na Wizarding World tot de eerstvolgende grote attractie. En dat zou dan. de uh, Little Mermaid Ride zijn. Ja. En het was alweer vijf jaar na Exhibition Everest. Dus het was alweer even gereden dat. wat is nu World echt iets groots had geopend. Ja. En dan nou, gaat ze helemaal vertellen dat wat, wat er gebeurt. Avatar komt. Um, frozen in Epcot. Uh, wordt op een gegeven moment uh, gebouwd. Uiteindelijk uh, uh, komt ze ook uit. Galaxy's Edge. En wat zij betoogde hier. en dat vond ik echt heel interessant. dat zij zei dat. Uh, door al die, door die, die die investeringen zijn zo anders dan het wat is nu wat zij kenden, dat zij zegt in tien jaar tijd is eigenlijk alles op zijn kop gezet in wat is nu wat alles is anders dan tien jaar geleden. Overal is een schroef aangedraaid, overal is iets. En ik vind dat persoonlijk, als je naar mij vraagt, mm -hmm. fantastisch. Ik, ik vind dat het park wordt alleen maar beter, heb ik het idee. Mm -hmm. Maar voor deze oude fans uh, is het dus iets dat, dat zij hebben dus wat, wat wat voor haar haar thuis was. Ingeleverd ze zegt, het is verdwenen. En dat komt allemaal door het stomme Harry Potter. Dat zegt ze niet zo letterlijk. Maar nee, maar... Dat lezen we er doorheen. Van, eigenlijk, ja, het is allemaal wel leuk dat, dat, dat Orlando zo ontzettend populair geworden is door Harry Potter. En ik geloof ook dat dat waar is. Maar ja. daardoor um, is, is zij haar vertrouwde wat Disney World verloren. Ja. Want Disney moest natuurlijk hier tegen concurreren. En hoe? En dat kon niet meer met alleen maar één nieuwe attractie. Uh, of een herthematisering van een bestaande attractie. Dat moest met compleet nieuwe themagebieden. Dat moest met... Compleet nieuw op nou, de helft van een park. Kijk naar Disney's uh, Hollywood Studios. Dat halve park heeft gewoon jarenlang in puin gelegen ja. om nu uh, Toy Story Land en Galaxy's Edge te openen. Ja. Gewoon bam. En als je gaat kijken, dus Universal bouwt één Wizarding World of Harry Potter en op het later nog Diagon Ellie. Ja. Wat eigenlijk, heel eerlijk, is more of the same. Ja. Toch? Ja. ja. Heel goed hoor, fantastisch, maar is more of the same. Ja. Disney heeft in die tijd teruggeslagen met, ik zom even uit mijn hoofd op hoor, dus misschien vergeet ik wat dingen, maar Seven Dwarfs Mine Train, uh, Avatar Land, uh, uh, Pandora World of Avatar, ja. Galaxy's Edge, ja. het is nogal wat, ja. Toy Story Land, ook geen onaardige uh, IP hè. En nu de openingen in Epcot. Epcot, Frozen, Frozen dus even Fr after. after zit er nog tussen. Ja. En wat hebben we nog meer gehad de laatste jaren, was dat het wel? Dat ja, was het wel. Dat is nog steeds heel veel. <coughs> ja. Dat vond ik ook wel mee. Nee, maar in, in tien jaar tijd. Gewoon ja. boom, boom, boom. En elk parkje is wel iets groots gebeurd. Tegenover eigenlijk drie attracties hè, bij Universal. Ja. En dan kun je ook nog zeggen dat bijvoorbeeld de ombouw van uh, Downtown Disney naar Disney Springs, compleet nieuw gebied, dat dat is, is dat meegenomen. Ja. Uh, nieuwe hotels geopend. Um, Skyliner, uh, nieuwe, nieuwe transportsystemen. Uh, in allebei de waterparken zijn dingen toegevoegd. Ja. Dat is natuurlijk wel een onderdeel van de ever-ongoing uh, battle between the, nou ja, goed, de en, twee en, grote. Haar argument is dat, dat uh, een van de core products van de Walt Disney Company... Ik ben het absoluut niet met haar eens wat zij zegt. Maar zij zegt dat een van de core products is nostalgia. Dus nostalgie verkopen. Dus uh, Disney verkoopt tegenwoordig aan volwassenen nostalgische gedachten over hun jeugd of wat dan ook. Ja, maar en, in, in New Fantasyland... Worden attracties geopend rondom Dumbo, rondom de Seven ja, Dwarfs. Maar toch is haar betoog dat, dat de nostalgie langzaam verdwijnt uit wat is World. Ja. En dat is natuurlijk onzin. Dat is, ik vind dat onzin. Ik, ik, ik kom te, het is nu zes jaar geleden dat ik voor het eerst kwam, maar zo weet ik van zoiets. Ja. Um, dus nee, minder. Nou, het maar het is ik ik, ik heb niet 2010 meegemaakt en daarvoor ook niet. Nee. Maar ik vond het een interessante discussie en ik denk het. Ik wil het even naar Nederland trekken. Ik herken dit misschien ook al bij mezelf. Mm -hmm. En ook bij andere Efteling-liefhebbers. Die op alles lopen te mokken. Ja. Uh, wat, er, wat er verandert. En ik denk dat dat vooral komt omdat, het is, omdat we zijn zo vertrouwd met die parken. Dat grote verandering. Dat kan gewoon niet in onze breinen. Het 1 plus 1 is 2 zijn. Maar we dan denken, nee, dit, dit is niet goed of zo. Dat vond ik inter interessant iets. Ja, ik heb hier ooit een interessante theorie over gehoord van Erwin Taats... van de podcast Ochter in Pretparkland. Hij heeft er over verschillende generaties in bijvoorbeeld Efteling fans. Zo noemt hij bijvoorbeeld de sprookjesboomgeneratie. Maar ook de Pardoes-generatie. Kijk naar, kijk naar ons. Wij zijn opgegroeid he, met nieuwe attracties als Villa Volta. Met nieuwe attracties als Volgerok. Met nieuwe attracties als... He, Pandadroom. Ja, nee, nee okay, maar, flauw, ja, nee, ja, maar ja. Eh, mensen die nu opgroeien met een bepaald beeld van Walt Disney World. Kijk naar mijn neefje van tien. Die heeft nooit geleefd. toen Joris en Draak niet bestond. Ja, ja, dus ja, ja. voor hem is Joris en Draak net zo'n klassieke Efteling-attractie. als laten we zeggen het spookslot. Terwijl wij weten, daar zit 30 jaar tussen. En toch voelt dat. Als één en dezelfde Efteling, uiteindelijk voor iedereen. Maar je gaat voor jezelf bepaalde nadruk leggen van oké, okay, die attractie die was er al toen ik voor het eerst in de Efteling in Universal in Walt Disney World kwam. En attracties die je hebt meegemaakt vanaf het begin, waar je bouwtekeningen van hebt gezien, waar je persberichten over hebt gelezen, waar je de openingen van hebt meegemaakt, dat is voor jou toch een andere impact dan voor iemand die er nog nooit is geweest. Ik snap heel goed dat je als je al 20, 30, 40 jaar misschien al naar de Walt Disney World gaat, en je bezoekt nu attracties als het enorme. Uh, a rise of Resistance. Of het belachelijk gave Flight of Passage. Of New Fantasyland. Met daarin gelijk weer nieuwe 3, 4, 5 nieuwe attracties. Plus restaurants. Plus uh, horecapleinen. Plus winkeltjes. Dat is zo'n greep uit jouw geheugen. En uit jouw beeld van een bepaald park. En zeker als daarvoor andere dingen hebben moeten wijken uit het verleden. Dan snap ik wel dat je daar misschien een soort van aversie tegen voelt. Ja. Ook al is het in principe helemaal niet zo slecht. nee. nee het is ook niet dat ze en ver maar snap je dat het een soort van ongemak geeft bij die. Eh, bij ja, die fans? maar dat, dat komt kijk bijvoorbeeld ook de Efteling daar wordt zoveel aan veranderd. Hè. probeer jij eens een, een pad te bedenken een, een wandelpad dat niet dat dat al 15 jaar hetzelfde is. Ja, in het sprookjesbos misschien. Maar ja. de, dat is bijna niet te doen. Nee, oké. Okay, ja. Er zijn overal <laughs> wel paden opgeknapt, steenwerk verlegd. Hè. We gaan nu een beetje de kant in kleine boodschap. Maar kijk eens hoeveel details daarin al alleen al niet zijn aangebracht. Ja, oké. Dat is wel eens waar. Ja. ja. Oh, nou, zij zegt: Ik wil even citeren. Ja. Um, want op het einde vertelt zij dus, nou, ze zegt dan, uh, dat, nadat er heel veel al verdwenen is, bijvoorbeeld Polynesian, uh, de opknapbeurt, zegt ze, nou, dat is niet meer het oude Polynesian Resort. Nee, want zo, he, zo kent zij het. Maar als er nu iemand voor het eerst komt, denkt die, oh, wat mooi en klassiek, wat, wat nostalgisch voelt dit aan. Ja, en nu bij Fort Wilderness, afgelopen jaar, ja. uh, is River Country wordt gesloopt daar. Oh, dat uh, oude waterpark dat uh, al heel lang dicht is. Ja, en daar komt dan een, uh, daar komt dan een hotel. vacation club, uh, iets geloof ja, ik. Ja, een nieuw resort. En dan zegt zij, and with that, en met dat... De Walt Disney World I fell in love with as a child was finally gone. Ja. Ja, dat was voor haar die periode. It almost nearly made it to 50, zegt ze. Oei. Maar net geen 50 worden. Ja, dus nou, ja, al, ja. precies. Maar eh, wat ik zeg, dus zij bezoekt al 50 jaar bezoekt zij dat Walt Disney World. It's not our Walt Disney World anymore, but it might just be somebody's. Dat is allemaal weer mooi. Ja. Um, een mooie conclusie waarin ze ook een beetje de hand in eigen boezem steekt. Van het het heel, ligt ja. gedeeltelijk aan mij ook, zegt ze. En ze is wel heel duister, want ze zegt ja, zij, zij twijfelt bijvoorbeeld aan of uh, de afgelopen jaren is de is, uh, Amerikaanse economie groei, 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 Allemaal beter gegaan, beter gegaan. Ja. Toerisme sector wereldwijd groei, groei, groei. groei. Zie we in Nederland ook. Hè? We verwachten ja. volgend jaar 30 miljoen toeristen, geloof ik, in Amsterdam. En, echt ja. absurde aantallen. Ja. Zij zegt ja... Um, de vraag is wel, uh, de laatste keer dat het toerisme natuurlijk helemaal inzakte, was 2008, 2009, 2010. Uh, in die tijd dat, uh, nou, de financiële crisis. Uh -huh. Disney overleefde dat. Maar zij zegt: ik vraag me af of Disney het overleeft als nu wereldwijd de toerismenmarkt in elkaar duikt. Ja. Nou, laat dat nou toevallig aan de hand zijn, hè, met het coronavirus. <laughs> um, maar dat, ja, dat vond ik wel een interessant ja, vraagstuk. Ik denk ja, dat, dat het daar wel over nagedacht is. Maar... Omdat we een beetje kijken naar de, de vaste kosten die zo'n park heeft. Nou, wat zij of vooral hoe... zei, zij dat Disney in het verleden als het, uh, als het wat minder ging, in wat Disney World, dan, mm -hmm. dan dook, dan was de strategie, dan doken ze heel erg op de lokale markt. Ja. Dus dan werden de tickets voor de, voor de locals weer goedkoper, die kwamen dan geld. En, en daar heeft het park bijvoorbeeld de financiële crisis op overleefd, is haar theorie. Ja. Dat heb ik al vaak gehoord, dat klopt ongeveer wel. Ik weet ook dat ze dan bijvoorbeeld Fantasmic maar twee keer per week liet zien in plaats van zeven keer per week. Precies. Alleen zij betoogt nu van ja, gaan ze dat, zitten die lo gaat dat nog een keer lukken? Om, ja. om nog een keer twee, drie jaar uit te zingen. Op, op de locals te naartoe trekken. Ja. Ja, ja. Hm. Hm, hm. Uh, op zich een interessante discussie over, over, over nostalgie in pretparken en, 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 en hoe, hoe fans of mensen die heel vaak ergens zijn geweest uh, heel slecht tegen de verandering kunnen van zo'n park. Ja. Ik vind dat wel een mooie. Uh, ja, ik vind het een, dit is een mooi low season onderwerp. Dacht ik. Ja, ja, wat ze zeggen, uh, Disneyland is not a museum. Dat geldt ook voor wat Disney World. Dat geldt ook voor de Efteling. Ja. Efteling is not a museum. Nee. Maar hoe zou jij het vinden als bijvoorbeeld, uh, nou, noem eens iets, uh, het carouselpaleis gesloopt wordt? Ja, ik. O, o, een meuk toch? Ja, ja dat, dat kun je zo zeggen. Ik, ik vraag me af inderdaad hoe realistisch het is. Maar goed, stel dat het gebeurt. Ja, aan de andere kant. Alles derde, van, ik vraag alles met een reden. Hè? Twee derde nee, nee, van nee, dat. <laughs> ontstaat er een gerucht, weet je? Ja, precies. Ja, ja. Twee derde van het gebouw is al niet meer in gebruik. Dat was nee. in het begin: had je rechts het Victoriaans Theater en links het Waterorgel. Die zijn allebei al niet meer toegankelijk. Nee. Ja, als je een partij hebt en je hebt een bedrijf en je koopt uh, een stuk van Efteling uit, dan kun je nog wel eens in het Victoriaans Theater komen. Ja, ja bijvoorbeeld hoe ze het vinden als, uh, als uh, Villa Volta, het technisch het Victoriaans al red. bang voor. En, en ja, dat ze zeggen, nou weet je, dat Villa Volta is toch ook, niet, is ook niet, zo, niet de populairste attractie meer? Dat denk ik ook. Ga ik, ik een crowdfunding niet. opzetten. Wat als Eefling zegt, ja, Villa Volta is een prachtig pand. We gaan, uh, de, we gaan er een shooter van maken. We gaan de motoriek eruit halen en het wordt gewoon een eetzaal. Ja, dat zou ik echt heel, heel, heel erg vinden. Maar ja. Waar je kan eten. Ja. Het lijkt me trouwens best wel vet. Het staat mijn wereld wel op de kop. Hoezo, ah, ja. hebben ze, hoezo is er nog geen Hugo's dinnerparty? <laughs> dat je gewoon in dat huis. Terwijl dus dat het langzaam een beetje draait, heel langzaam. Uh -huh. En dat je gewoon daar je diner krijgt. Dat zou wel vet zijn. Hoezo bestaat dit nog niet? Dit is briljant. Dus dan doe je voorgerechtje voorgerechtje in de eerste voorshow. Uh -huh. hm? Dat is gewoon walking dinner. Ja. Met, uh, een hapje hier, een hapje daar. Met, ja. Wat uh, bokkenpotjes. Naar <laughs> bij Hugo kun je de drankjes pakken. Ja, ja, ja. ja. En dan ga je naar, en dan voor de, de main course. Ja. Ga je in, in de kamer. Ja. Dit is fantastisch. Ik zou je 150 euro per persoon vragen. Ik ook. Ik zou dat betalen ook. Ja, ik ook. Dit is toch lachen? Ik zou het wel gaaf vinden. Ze hebben wel ooit uh, een dinerparty in de 100 Mansion gehouden, terwijl je in de attractie zat. Uh, nou, in de eerste gangen. Mm. En ze hebben ook een keertje een, uh, een happy family die mocht dan blijven slapen in de 100 Mansion. Er was er ook een stretch room en dan ging je daar. Uh, dan waren we wel dat was in Orlando. Toen hebben ze alle allebei de kanten van de deur open gezet. Dus je kon mm. gewoon vanaf het foyer zeg maar doorlopen tot aan het instapgedeelte, want het is een main floor, dus dezelfde hoogte. En daar hebben ze dan zo'n heel, uh, ja, zo heel slaapvertrek uh, van gemaakt. Oh ja, yeah. Dat was een keer een, een prijsvraag die ze hadden gewonnen of zo. Maar als ze met Villa Volta iets gaan doen, dan, uh, <laughs> dan open ik echt een crowdfunding. Dan ga ik een petje.af slash red Villa Volta openen. Oh ja, ja. Ja. ja, dan krijgen wij 2 euro. Is dat goed? Ja, dat is goed. Over petje.af gesproken, oh, ja. we hebben weer wat, uh, wat reacties binnen. Van mensen die, uh, die een nieuwe petje af hebben genomen en die er nog iets bij hebben willen zeggen. Ja, voor de achtbaan fans, voor die tier is dat. Na jaren bezoek aan het middelvinger resort te hebben gedaan, maken we in januari 2021 eindelijk de stap voor een 14-daagse trip naar het echte werk in Orlando. Eerlijk, wie zegt dat? De Studielle stuurt dat. Ja. Hebben jullie tips hoe we deze dagen het beste kunnen gaan inplannen met betrekking tot fastpasses en restaurants? Nou, je bent er vroeg bij, want dat is nog bijna een jaar. Ja. Hoe moet je dat inplannen? Oké. Okay. Ik heb daar wel tips voor. Weet je al waar die gaat slapen? Ja, dat staat er allemaal niet dat bij. Dat staat er niet bij. Nee. Okay. Nou, als Jelle on-site gaat slapen, dus bij Disney zelf, dan mag hij 60 dagen op voorhand uh, zijn valspas inboeken. Ja, dus begin november mag dat dan voor hem? Ja, ik, ik zou dat ook zeker uh, vanaf minuut 1 gaan doen. Zorg dat je klaar zit. Ja, ik, ik zou 14 dagen. Uh, wat zou je aanraden? Nou, natuurlijk wel Disney World. Begin eerste dag, even belangrijk, eerste dag... Magic Kingdom. Dat vind ik gewoon... Dat is dat Ja, is, dat, is ja dat vinden ding. wij allebei. Eerste laatste dag Magic Kingdom. Ja, dat dat vinden wij ook. Dat ja. vinden wij allebei. Alleen, uh, we hebben er wel eens commentaar op gehad van... Nee joh, je moet dat niet doen. Je moet beginnen bij Animal Kingdom. Dus, ja. Maar als je het aan ons vraagt... Wij zeggen allebei, begin met het kasteelpark. Ja. Begin met de Disney Experience. Ja. Ja. En uh, qua vanspansers... Zou mijn advies altijd zijn? Ligt er een beetje aan of je van plan bent om hele dagen te gaan, of dat je uh, op de, de, de Jorren-tactiek van details doet: uitslapen, die uitslaapt en pas om 12:12 ja. naar het park gaat, Moet je even kijken. Maar ik zou altijd uh, je vastpassers niet tot op, te laat op de dag plannen, dus nee. je mag vastpassers boeken. Boek die dan, laten we zeggen een dat je echt van openingstijd tot sluitingstijd gaat. Tot een uur of één of twee of zo. Een uur of één, twee smiddags. Ja. Waarom? Als je alle drie je vastpassers hebt gedaan van die dag, kan je op de dag zelf nieuwe gaan boeken. Maar ja, als je de laatste pas om acht uur hebt, dan kan je nog één uurtje boeken. Dat heeft ja. niet zo zin meer. Ja. Dus uh, dat zou mijn tip zijn. Verder, neem af en toe een rustdagje. Maar en... doe dat dan in een waterpark van Disney. Ja, en plan niet. Ik, ik, ben, ik hou niet zo van alles helemaal, helemaal kapot plannen. Oh, en reserveer wat restaurants. Maar het is goed dat je een petje af hebt genomen, Jelle. Ja. Want uh, we gaan hier binnenkort een. Uh, hij staat in ieder geval op de planning. Een speciale theme talk opnemen. Die gaat helemaal over. Het plannen en boeken van een Orlando-reis. Ja. Van A tot Z, met wat het kost en uh, weet ik het. Ja, met de laatste relevante informatie. Ja. Uh, verhalen uit de hooghoed, die wij nog zelf uh, weten. En natuurlijk praktische tips voor iemand die op korte of lange termijn. aan toe wil. Uh, maar wat ik zou zeker zeggen. Uh, om kort te gaan. Plan inderdaad rustdagen in. Maar doe het dan wel op Disney terrein. Zoals een waterpark of in Disney Springs. Mm -hmm. Zorg dat je minimaal elke avondshow één keer kunt zien. Want die zijn fantastisch. Ja. Elk park heeft tegenwoordig een eindshow. Ja. Yep. En omkring hem had het destijds niet, maar nu wel. En kijk ook wat je interesses zijn qua bijvoorbeeld Universal of qua Bush Gardens of World. Als je er toch bent. 14 dagen is een lange tijd. Misschien kun je wel uh, een dagje SeaWorld tussen doen. En smeren. En smeren, smeren, smeren. <laughs> ja. Martijn Straathoff die stuurt ons, hoi Thomas en Maurice, oftewel de Stedtler en Waldorf van podcastland. Oh, ho, ho, ho. <laughs> How about we go home and don't make a movie? <laughs> oh ja. Oh ja. Hierbij mijn bescheiden you bijdrage. the audience is still alive? <laughs> Allereerste keer uh, Muppet Vision 4D in ja. Walt Disney World. En dan dat toch dat een gordijntje open gaat. Dat die ja, gasten daar zitten, dan uh, is dat is toch geweldig. Fantastisch. How did we get here? We entered a contest. Yeah, we lost. <laughs> <laughs> ja. Hierbij mijn bescheiden bijdrage voor jullie top podcast. Ik heb een vraag voor jullie allebei. Stel, je mag helemaal losgaan. Hoe ziet je ideale signature snack eruit? Oh. goed, Martijn. Ja, ik ben dus fan van uh, K3. Ja. Als in karamel, koffie en kaneel. Dus uh, het moet bij mij in ieder geval, als even kan, twee van die drie ingrediënten bevatten. Maar als even kan, alle drie. Karamel, koffie, kaneel. Ja, ik hou ook van ijs. Dus als je dan iets met ijs, koffie, kaneel, caramel doet. Uh, elke variatie is fantastisch. Ik ben bijvoorbeeld heel erg fan, en ik ben een van de weinigen, van Le Fours Brew. Dat wordt gezweerd bij Gaston's Tavern in ja. Magic Kingdom. Onder de van Nieuw Fancyland. Ik vind dat heerlijk. Dat De cinnamon is... bun is daar heel lekker. Of weet dat ding? Die, ja, uh... heb je ook. Ja, dat is zo'n zo zo'n kaneelbrood. Ja. Oh, dat is lekker zeg. Ja, ja, ja. ik ben er ook echt fan van. Je hebt dat nee, dus... Heel raar, even dat menu. Dat doen ze in Amerika op heel veel plekken. Uh -huh. Dan nemen ze een ding en dan maak ik... Uh, would you like it to make it a meal? Dan denk ik nou, ja, weet ik veel. Dan krijg je er een zakje chips bij. Oh ja. ja, dat klopt ja. Wat is dat? Dat is toch heel raar. Dan krijg je een, een hartig, of een zoet ja. gebakje. Ja. Met een zakje natuurschips. zakje uit dat je vroeger bij kinderfeestjes kreeg. Dat is bij de Subway in Amerika ook. Ja. Want ik moet er geen chips bij me eten? Dan en dan, dan denk toch... ik oh chips, oh dat is friet. Maar dan krijg je dus inderdaad gewoon, ja. ja. Dus rare lui. Doen ja. ze in Engeland ook. Vind ik heel raar. Ja. Ja. Maar goed, chips uh, is geen maaltijd. Sorry. Nee, maar daar wel. Ja, ja. Ja, merken. Maar uh, goed, uh, mijn ideale signature snack zou zoiets zijn. Um, ja, koffie, karamel, kaneel. Ik denk wel dat uh, voor, het, voor het grote publiek je misschien nog iets met... Ja, wel. Het grote publiek vindt dat ook lekker. Zoiets. Mijn ideale signature snack zou zijn in het uh, eventuele nog te bouwen Holland Pavilion in World Showcase. Uh -huh. En dat is de Frikendel Special. Ah ja. Ja. Als het broodje uur Maar dan in Mickey-vorm. <laughs> oh. <laughs> nou, ik heb dus. Ja. Dat, ga ik, dat ga je leuk vinden. Ik ga het nu uit mijn diepvries halen. Wat heb, wat heb jij? Ik heb het op mijn eigen privé-Instagram gezet. maar Wacht Praat jij even de tijd vol? Dan ga ik het even pakken. Dan, moet jij, dan wil ik jouw reactie horen als je ziet wat ik heb gekocht bij de Jumbo. Oké, okay, ik ben heel benieuwd uh, ik, um, dat, Ja, dat lijkt me leuk. Nee, maar serieus, ik heb geen idee. Maar ideale signature snack? Ja, ik vind uh, in Walt Disney World natuurlijk de uh, signature snack is... Wat is het? Een frikkenel speciaal pizza. Gadverdamme. Oh, lijkt je dat niet lekker? Nee, dit lijkt me helemaal niks. Ik heb het bij de Jumbo gehaald. Het is een freaking speciaal pizza van Lekker en Anders. Hier staat de specialiteiten van Lekker en Anders zijn eenvoudig en snel te breiden. Ontzettend lekker en net een tikkeltje anders. Laten we eens even kijken. Okay. Voor nog geen 3 euro bij de Jumbo. Oh, een freaking al speciaal pizza. Ja, dat is toch heerlijk? Ja, je houdt niet van diepvriesmeuk, maar je gaat uh. wel naar Disney. <laughs> Daar komt alles uit de vriezer. Even kijken. Per 100 gram, 174 calorieën. En het hele ding is 450. Dat valt nog mee. Dat valt me nog mee. Ja. Even kijken. Pizzadegen belegd met frikandellen. Fijn gesneden kippenseparatorvlees. Rundvlees mm. met paneelmeel en specerijen. Een saus van currykruiden, ketchup en uienblokjes. Voorgebakken, diepgevroren. Heerlijk. Verwarrende diep Oké, okay. ja. ja. Gemaakt is lekker een lekkere pizza met slachtafval. In Venlo wordt het gemaakt, is dit grapje. Hé, hey, maar dit is toch heerlijk? Wat ongekend smerig. Ja, je hebt nog niet eens op. Nee, maar dat zie je toch op het plaatje al? Moet je kijken. Ja, dat is, dat is dit, Wie eet dit? Wie, wie gaat nou... Wie, wie. Ik ben ik kort. En die mayo zit erbij, want dat... Uh, ja, dat weet ik niet. Want anders bak je die mayo mee. Dat lijkt me ook hoor. Ja, geen idee. Hoe werkt dat? Er staat niet bij dat je de mayo nog zelf moet toevoegen. Nee. <laughs> ja, zo'n pizza uit de vriezer, maar dan nog wel zelf toevoegen, weet je wel. Nee, ja, maar dan moet je er toch bij zitten? Nou, het lijkt me heerlijk. Oh, je bent heel benieuwd. Snijd de pizza in strips. Serveersuggestie. Mayonaise en curry toevoegen. Toevoegen? <laughs> Wat is dat nou weer? <laughs> Oplichters. Het ja, we zat wel op de doos. Vandaar dat hij 3 euro kost. zit er een zakje in, misschien. Zakje curry, zakje mayo. Dat zou kunnen. Dus openmaken. <laughs> Ook dat dit je signature snack is. Ah, nee. moet, kijk hoe hij eruit ziet. Dit mm. <laughs> is lelijk. Oh, wat smerig. Nou, mm. anyway. Nou, dat wordt de signature snack in Mauritsland. Ik doe de frikandel Speciaal Pizza terug naar Diepvries. Nou, het lijkt me toch heerlijk. Ja. ja ik vond het een leuke vraag van Martijn, moet ik zeggen. Ja. 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 <laughs> nou, doe jij dat ding even terug, dan lees ik vast de volgende, volgende. Is goed. Bij de volgende hebben we Maurice namelijk niet nodig Het is namelijk een berichtje van Johnny Die zegt, goedendag, weinig op aan te merken Blijf lekker spontaan Dat is wel de kracht, denk ik Groetjes, Johnny uit Leiden Dankjewel, Johnny uit Leiden Naomi, die stuurt ons, bedankt voor jullie inzet Erg leuk om iedere week jullie podcast te horen Met nieuws over allerlei parken Bedankt voor jullie verslag over Rise Live Oh ja, ja dat, heb je, dat, dat heb je mooi gedaan Rise of the Resistance. Hoe gaat het met Rise of the Resistance? Is die alweer wat uh, bedrijfszekerder? Uh, ja. Uh, en ik heb nog wel wat eten al zitten lezen over de, de spulletjes die eruit vallen. Maar dat, dat is gewoon oh. een probleem. Gebeurt overal. Toen okay. zat dus ik nog wel altijd te denken, hoe is dat bij bijvoorbeeld Symbolica? Ja, minder. Maar goed, die, die beweegt niet zo heftig. Maar ik, ja, Misschien een keer proberen, gewoon een flesje spa. Gewoon... Oh. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Dit gaan we niet doen. Nee, niet doen. Niet doen. Nee, nee. Als je je petje af wil gooien, dan moet je dat online doen. Nou, dat... Dit is wel iets wat ik dus heel graag een keer wil testen, even tussendoor. Uh, ik ga het nooit testen hoor, want zo'n doerak ben ik niet. Maar Disney heeft bij bijna alle Omnimover-attracties. drukgevoelige platen langs de baan liggen. Ja. Uh, dat is een veiligheidsdingetje. Die Omnimovers, zoals Carnival Festival. Je beseft het misschien niet, maar die dingen zijn levensgevaarlijk. Ja, want die, want rijden die rijden gewoon door. Die rijdt gewoon door. Dus als jij daar toevallig toch gegrepen wordt of wat dan ook. En het trekt je mee, dan ben je echt. Een voort in een invaliderij. Ja, dan ben je. Nou, als je het overleeft. Ja. Ik weet niet of het ooit fout gegaan is, maar die dingen. Dat, dat kan... Er zit een kracht achter om al die karretjes achter te drijven. Ja, ja, ja. Nou, bij bijna alle Het is niet om movers. Ja. Zie je van die. Bij vette banners zie je het heel goed. Kijk maar eens dus inderdaad goed links of rechts je dan zie je van die matten met cijfers erop. Ja, en die matten. Als je een spook en dan kijk je links van dan zie je een keer zo'n mat met 61 erop. Als zo'n mat aangeraakt wordt, als iemand daar loopt, dan schiet hij automatisch in de noodmodus. Dus ja. dan, dan stopt. Ja. Dan valt, de, dan valt de baan uit. Ja. Als je dus ooit uitstapt uit zo'n attractie, dan, dan kan je niet gegrepen worden, want hij stopt meteen. Dan ja. nou vraag ik mij dus af, hoe gevoelig is zo'n plaat? Ja. Dus is dat als ik daar nou. Zit daar ook je broodje, croquette op zo? Als gooit? ik daar een iets op laat vallen, zo. Ja. Uh, stopt die baan dan? Ja, weet ik niet. Ja, dat wil ik weten. Hmm. Nou, als iemand antwoord heeft, teamtalk.nl/slash reageren. Stef van Rossum heeft gereageerd. Die zegt: Luisterfamilie van uh, Maarten van Rossum. Dat zou mooi zijn. Ja, van hier zijn de van Rossums. Ik heb een mailtje gestuurd naar het management. Oh, kijk eens aan. Misschien dat. Als je hier... wil weten waar het over gaat? Luister even vorige week terug. Stef van Rossum die stuurt ons. Luisteraar van het eerste uur. Mijn vraag: Vlamingen hebben het vooroordeel dat Nederlanders zeer doordacht omgaan met hun zuurverdiende centjes. Wat zijn jullie voornaamste kostenbesparende tips voor reizen richting Orlando? Wel nog oog hebben voor kwaliteit. Nou, Maries, ik leun even achterover. Want, <laughs> ja, dit is niet, dit is niet dit bedoel ik niet gemeen, maar jij bent zuinig. Ja, ik koop een pizza frikandel speciaal van nog geen 3 euro bij de Jumbo. Nee, maar jij zit op je centen. Dat is algemeen dat ja, bekend. Ja, ja. Iedereen weet dat. Ja, precies. Uh, dus ik leun achterover. Ja. Vertel, want jij bent, jij, ik ken verhalen dat jij met bussen en weet ik het. Nou, la, doe jij maar. nou in, in Orlando, ik, want ik ben al wel vier keer in Orlando geweest. Maar dat, 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 wel, dat kan dus wel op een manier dat je niet over de kop gaat. dat je niet, als je terugkomt, een BKR-registratie hebt. En als je in Orlando bent, dan moet je natuurlijk jezelf verplaatsen. Dat kan met een huurauto. En ik heb regelmatig op verschillende vakantiebestemmingen een huurauto gehad. Dus dat is niet heel gek, ondanks nog een Tenerife. Maar het, het vervelende bij huurauto's is, is dat je in, als je in een pretparkbestemming bent, dat je elke dag weer parkeergeld moet betalen. En dat is zo'n 25 dollar per dag. En als je dan bij verschillende parken gaat, dus je gaat en naar Disney en Universal op één dag, dan mag je bij allebei geld aftikken. Dus wat ik dus bijvoorbeeld doe, in het begin veel het openbaar vervoer, de Linksbus L, Y en dat is prima te doen. Die vertrekt vanaf de Ticket and Transportation Center bij de Magic Kingdom. En die rijdt via allerlei handige stops helemaal daar, SeaWorld. Dus je kunt instappen bij uh, uh, Disney Springs, je kunt instappen bij uh, de Hotel Boulevard. Naast Disney Springs, er zijn allerlei punten waarbij je kunt opstappen. Die bus vertrekt stipt, die bus vertrekt bijna half leeg. Dus je kunt er altijd mooi gewoon instappen. Je hebt nooit gedoe. En ik vond het ook leuk dat je gewoon tussen de echte Americans zit. Dus je zit daar tussen... <laughs> Lekker aapjes kijken. Nou ja, goed. Ja, zo kun je het zeggen. Maar ik vond het wel leuk, omdat je dan uh, tussen, tussen de echte Amerikanen <laughs> tussen, zit. Tussen de locals. Tussen de locals. beetje als Chris Segers uh, bij Drie op reis. Ja, oh, en ja, ik hou daarvan. En wat ik dus ook bijvoorbeeld leuk vind aan Uber, waar ik ook fan van ben... Je hebt daar geweldige gesprekken met die, met die mensen die, 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 die Ubers besturen. Ja, maar ik heb wel eens gehad dat ik in een Uber zat met een vent. Ja. En die was dronken. Was ook een Orlando. De bestuurder? Nee, ja, die was dronken en die had een vuurwapen. Echt? Op zijn dashboard liggen, ja, serieus. Oké. Okay. Ja, in een pick-up truck. Toen dacht ik, wat is dit nou voor vent wat hij aan kon draaien? Uh -huh. en, uh, maar goed, ik stap gewoon in. Ja. Die gast was cats ja, het was echt niet, maar dan kwam ik pas achter, de reden wel. al. Ja? En toen ik rook het ook gewoon. En ja. hij zat te zwalken op die weg, jongen. En, uh, doen, ik heb hem één ster gegeven, maar ja, ik weet niet. Ja, ik dacht, moet ik het daar nou gaan melden? Maar had, ik, ik heb wel gevraagd: van, hey, is dat your gun? Ja, ja, ja. Dat <laughs> is moeilijk doen. Oh. Ik weet helemaal niet of dat mag in Florida eigenlijk. Ik denk dat het wel. Ik heb me toen naar Universal gebracht. Was dat ook... Ja, oh, toen begon het nog maar pas. Huh. Nou, ik, 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 ik ben er fan van. Ik heb uh, 2018. Nou, ik denk dat we misschien wel twintig Uber-ritjes hebben gemaakt en iedere keer weer interessante gesprekken. Ik vind het hartstikke leuk. Ja. Ja. Wat ook een tip is om geld te besparen in Orlando is bij alle parken kun je gratis ijswater krijgen. Je hoeft daarvoor alleen maar naar een balie te wandelen en je zegt, hello, can I have a cup of water? En dan zeggen ze, of course, with or without ice. En dan krijg je gewoon een beker drinkwater, want het kraanwater kun je niet drinken. Maar krijg je krijgt gewoon een beker met drinkwater en ijsblokjes, for free. Want het is volgens mij een wettelijke verplichting dat je, omdat het daar altijd 35 graden is, dat ze je drinken moeten aanbieden als je erom vraagt. En ook bij de Starbucks of weet ik veel, krijg je gewoon gratis bekers water. Ja, en op Disney property heb ik heel veel van die uh, flesvuller apparaten. Ja, maar komt er dan ook altijd echt drinkwater uit? Nee, ja, ja, het, het is gefilterd drinkwater. Oké. Okay, ja. En uh, er zat ook boven dan uh, er zit zo'n teller in, dan kan je zien hoeveel dat ene punt. Oh. Al aan flesjes water bespaard heeft. Oh, okay, die flesjes er al uh, bespaard oh, zijn. Wat oh, mensen gelijk. daarbij van. Over, oh, bijna overal op Disney property. kom je die dingen tegen. Ja. Uh, ik weet het niet. Bij, bijna alle parken. bij het toiletblokje net buiten het park. zeg maar. daar hangt zo'n ding ja. bijvoorbeeld. Dus je kunt daar heel makkelijk in besparen. Want uh, normaal. als je een colaatje koopt. daar is zo'n 4, 5, 6 dollar. Ja, dat is niet goedkoop. Ja, nee. Dus dat is ook een manier. Uh, ook een manier om uh, geld te besparen. is geen voordringpas te kopen. <laughs> bij Universal. <laughs> en gewoon uh, in de Single Rider Line te gaan. of vroeg aanwezig te zijn. Of op rustige momenten je goede attracties kiezen, of weet ik veel wat. Dus er zijn echt wel manieren waarop je ook daarop handig kunt besparen. zonder een vordering pas te kopen. die in veel gevallen nog niet eens heel veel voordeliger is qua wachttijden. Nee. En je kan ook altijd uh, uh, um, eten in Amerika is niet per definitie duur. maar nee. eten in de parken is wel duur. Ja. Maar je hebt bijvoorbeeld op uh, nou ja, de, de, de Highway 192, dat geloof ik. daar zitten. Oh, daar zit een plek horeca aan, dat is niet normaal. Van Denny's tot ook gewoon wel wat gewoon echt sit-down restaurants, tot uh, wat minder fastfood. Ja, meer fastfood. Ik, ik, ik wil daarin even de sweet tomatoes uitlichten. Dat is een buffetrestaurant, daar betaal je volgens mij nog geen 10 dollar. Het kost allemaal geen zak net buiten. De, wat is niet het Terrein? Ja, met ja, de sweet tomatoes kun je ook gezond eten. Dus daar kun je ook fruit, groenten, uh, salades. Kun je gewoon pakken. Ja. Helaas, wel vaak gewassen met het kraanwater al daar. Dus dan proef je wel wat chloor in je rode uien. Oh, yeah. Maar je kunt daar <laughs> gewoon uh, bij Sweet Tomatoes. Ja, ik vond het fantastisch. Als je een beetje online zoekt, heb je van die coupons. Ja, ik kan ze dus ook heel genieten van zo'n zo, zo diner. zo'n Dennis. Ja. Ik vind dat prima. Ja. Ja. En het kost echt geen Als je dat vergelijkt met een maaltijd bij Disney. Ja. Met wat je voor één persoon betaalt bij Disney, heb je dan voor zes man gegeten. Ja, en er gaat altijd zo'n gerucht van: Ja, bij Disney Universal mag je geen eten of drinken meer nemen. Mag altijd. Er wordt inderdaad gecontroleerd, maar er wordt gecontroleerd dat jij geen vuurwapens of messen of alcohol bij je hebt. Of hele grote hoeveelheden eten. Kijk, als je echt. Uh... Enorme tassen hebt, dan gaan ze dat wel zeggen. Ja, oké. Okay. Als je twee boodschappen tassen van de Walmart bij hebt, dan zullen ze misschien een opmerking over ja, maken. En ik, maar had graag, gewoon... ik had vroeger een microfoon bij, me, die mocht niet mee. Ja, ja, precies. Maar als je gewoon een, een zakje broodjes bij je hebt of weet ik veel, is allemaal uh, have a good one en uh, bon appetit en uh, geen probleem. Ja. Dus zelf eten meenemen, uh, geen probleem. De, de ja, maar ik, ik wil nog een keer die budgetaflevering met jou maken. Nou oh, ja. We gaan kijken hoe we echt, echt op, echt op, op, op. Voor het allergoedkoopste, wat het is niet wilt kunnen ja, ja. Of, of voor het onderwijs? Ja, ja, ja. En dan nog één dingetje: uh, veel hotels bieden ochtends een ontbijtbuffet aan. Stouw jezelf toch gewoon helemaal vol? Ja. ga gewoon niet Ik heb tas doen, niet in je tas doen. Nee, dat dat, vind, ja, ik zo, mag dat vind ik niet officieel niet. Maar ik, als je dan bijvoorbeeld zegt: van, oh, Ik heb nu geen honger meer, pak dan toch even dat broodje. Nee, 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 niet in je tas. Oh, oh. Maar als je dan toch geen honger meer hebt, pak dan toch nog even één broodje. Dat is dan toch het broodje dat jou van vier tot vijf uur nog even. Hongerloos houdt, zodat je om vijf uur. gewoon normaal kunt eten in aller, Parijs. Allerdroevigste van de wereld dat ik ooit gezien heb. in een Kiryat hotel bij Disneyland Parijs. Uh -huh. Ik werd daar zo, ik ben zo verdrietig over de staat van de mensheid. Maar ik was daar met jou helemaal niet. Dat op maar... ieder, ieder tafeltje. staat een bordje met uitleg in 80 talen. Uh -huh. dat het niet de bedoeling is. dat je ontbijtproducten mee naar buiten neemt. Ook ik in het Nederlands of niet? Ook in het Nederlands. Okay. Ook zeker in het Nederlands. Ik wou zeggen, volgens mij hoef je dat alleen maar in het Nederlands neer te zetten. En dan, uh... Ongekend droevig is dat. Vind je niet? Nou, inderdaad. Dat vind ik echt zo triest als je het nou, ja. Ja. Zijn wel lekker trouwens, hè, die chocoladebroodjes, als je die meeneemt. Zo lekker, zo, en dan zo lekker klef uit je tas halen, zo. Ik heb nog even één mail, die kwam binnen via themetalk.nl slash reageren. Dat wil mm -hmm. ik je niet onthouden, deze. Uh, hij komt van Anouk. Okay. En Anouk, die stuurt ons, hallo jongens. Ja, ja, ook vanuit het verre Antwerpen wordt er elke week naar jullie geluisterd. Ik lach me echt telkens kapot en vind jullie heerlijk recht voor de raap. Zo, heel goed. Het is echt de Belg, want ze zegt zwa. Ik wou even reageren op jullie show nummer 106. Daarin hadden jullie het over de trackless systemen, zoals bij Rise of the Resistance. En dat als mensen daar iets op de grond laten vallen, dat dan de hele attractie werd stopgezet. Oh. Toen rees de vraag of dat bij andere gelijkaardige attracties ook zo zou zijn. Hmm. Nu kan ik je vertellen dat mijn man vorige maand met een grappig verhaal in hetzelfde kader thuis kwam. Het is een antwoord op een vraag die ik in de podcast heb gesteld. Ja, zo, zo snel gaat het. Ja. Hij was met de kinderen in Symbolica geweest en in het karretje achter hem had een dame haar gsm op de grond laten vallen. Mijn reactie naar hem was natuurlijk: Oh, en dan werd de attractie toch wel stopgezet. Waarop hij zei: Nee, eigenlijk niet. En dat was eigenlijk nog erger, want er kwam een karretje achter en die is recht over de gsm heen gereden. Zwijf! Oh, die stopte niet. Nee. Sneu voor de dame in kwestie, natuurlijk. Maar zo lijkt het er wel op dat de Efteling dus geen sensoren heeft op de gondels die dat voorkomen. Ja, of misschien wel maar dat het net gemist heeft. Dat kan natuurlijk. Toen ik de podcast hoorde, kon ik het dus ook niet laten om dit verhaal met jullie te delen. Heel veel groetjes en op zijn Vlaams. Doe zo verder. Doe zo verder. Ja. Dat is wel Ja, oké. Dus als je met je been eronder komt, dat hij wel stopt. Maar als hij anders, als er een telefoon ligt, dat hij gewoon doorrijdt. Ja. Ik moet ook zeggen, want het schiet me nou te binnen. Ik heb ooit een keer iemand gesproken bij. Uh, Challenge van Tutankhamon uh -huh. in um, België, Belgium. Dat is eigenlijk de eerste versie hè, van ja. die trackless rides. Ja, die zijn wel van, als wij door de baan heen zouden lopen, dat kan dus niet, want uh, die kan ik stoppen niet. Oké. Okay. Dus hem echt. Het is net als bij een, eigenlijk ieder andere dark ride. Ja. Je, je Kan niet in die baan komen als die draait. Ja. ja. Op zich ook logisch hè. Weet je dat Challenge van Tutankhamon die dus ook uh, losrijden aan die karretjes heeft, nog een bijzonder oplaadsysteem heeft? Oh ja? Bij Symbolica bijvoorbeeld, daar rijden de karretjes eh, niet naar een aparte plek om opgeladen te worden. Nee, ze zitten je... overal in de baan van de stekkers. Ja, en ja. ook bij Rise of the Resistance zie je speciale oplaadpunten in de baan zelf, waar je opstapt of waar je uitstapt. Maar bij eh, Challenge of Tutankhamun rijden de karretjes elke avond zelfstandig naar een schuur, en daar worden ze opgeladen. Dus aan het einde van de dag dan zetten ze een deur open en dan gaan die karretjes in Polonaise richting die oplaadpunten. En dan gaan ze. En dan gaan ze daar en dan worden ze daar automatisch laat hij daarop. Dat is mooi, op, hè? Ik hoop dat ze daar ook echt carnavalsfysiek fysiek wel opzetten. Dat zou leuk zijn, hè? <laughs> anders reizen ze niet, anders <laughs> doen ze het niet. Ja. Ja, nou, dat is wel grappig, want uh, uh, bij, bij uh, Symbolica, mm -hmm. zijn het is echt gewoon een stekker, hè? Dat ja. is bij een elektrische auto, zeg maar. Moet je wel eens goed kijken, op sommige punten in de baan zie je ook gordijnen hangen, of roldeuren. Of dat is prachtig weggewerkt. En dat zie je ook niet bij de eerste of tweede of derde keer. Maar als je er echt op gaat letten, zie je wel van die punten van. hey, hier zit wel een soort van punt waar een stekker uit zou kunnen komen. Dat is wel goed gedaan. Teamtalk.nl/slash reageren als je ook iets uh, aan te vullen hebt op onze podcast, vinden we altijd fijn. Ja. Ga je dus naar een pretpark uh, binnen nu een paar dagen? Uh, niks gepland. Maar Ook niet. Ik moet nog steeds mijn Efteling abonnement. Uh, ik ben nog steeds niet geweest. Hmm. Het zou kunnen dat we deze week misschien even gaan. Nou, uh, lieve Thomas, uh, mocht jij jouw naam willen veranderen in uh, bijvoorbeeld uh, Angel of Valentine of Valentijn, dan kun je vrijdag of zaterdag of zondag gratis naar Toverland. Cupido Valentijn. Of uh, nou, als je Cupido Roos Romeo, Julia. ...Valentijn, Rosemarijn, Adam, Eva, Amor, Lieve, Bo, Angel, Goedhart of Valentine heet... ...mag je gratis naar Toverland. En ik heet Thomas. Ja, dan niet. Dit is toch discriminatie? Mag dit? Eh, uh, weet niet. Goeie? Hartstikke leuk. Nou, lekker op Valentijnsdag naar Toverland. Zijn de attracties dan al open buiten? Eh, uh, nee, dat is de 22e. Oh, doen we doen dat even. dan. Ja slash Reageren of petje.af slash Teamtalk. Ja, ik denk misschien dat een pretparkje er ergens nog wel een keer in zit. Ik zit wel net voor die Carnavalsdagen en dan heb ik het altijd heel druk. Ja. We hebben weer een leuke aflevering, de Carnavalsmaandag. Wat wel leuk, ja. Ja, dat is heel druk. Ja. <coughs> Zo, hallo. En, ehm. Um, dus ja, ik denk, Middagje Efteling zit er wel in, denk ik, ergens komende week of de week daarna. Dat moet wel een keer lukken. Ja. En uh, ik moet nog wel een abonnement ophalen. Oh, dat moet ik doen. En, ja, ik had van de week. Had ik dus drie uur de tijd, toen ze ik doden in, uh, in Amsterdam. Uh -huh. Toen was het toch bijna naar Disneys Holland gereden. Ja, toen kwam er iets tussen. Maar de volgende keer als het weer hebt, dan doe ik het. Snap ik. Ja, heel ja, goed. Ja, nog een keer op teamtalk.nl slash reageren of petje.af slash teamtalk. Maurice, tot volgende week. Tot volgende week.